Yeah, baby. That's... In gesprek met Barbara de Bruiker. Ja, inderdaad, met u. Ik kreeg CK de chique variant. Ja, is er ook een minder chique variant? Ja, die is met u lange ei. Oké. Ja, en die hebben wij dus niet. Wij hebben de UY. En dat is een heel groot verschil. En met we bedoel je? Nou, de familie, zeg maar. Dus er is een tak die doet de U lange ei, CK. En de tak doet UY, CK. Maar dat is verder niet heel erg relevant. Maar nou ja, ik vind het toch even leuk om te weten. Ik zit hier met een stempowercoach. Ja, that's me. That's you. We gaan twee gesprekken opnemen. Eentje voor jouw podcast. Dat is de Stempower podcast, hè? Het is ongeveer de vijfde podcast waarin je te gast bent, wat ik kon terugvinden. Dus je weet wel een beetje hoe dit werkt. Ja. Ik ben echt heel verheugd om met jou te praten, want ik heb in mijn radiocarrière heel veel verdiept in allerlei kennis uit Amerika over het radiovak. Mm-hmm. Maar achteraf denk ik, potverdomme man. Was ik jou nou 10, 15 jaar geleden tegengekomen? Dan waren we getrouwd, Patrick. Nou, dat had gekund. Maar, want ik val op lange vrouwen, maar het had ook nog gekund dat ik dan in die tijd misschien meer zelfvertrouwen uit mijn stem had kunnen halen. Want er is niks ergens voor een ochtend-dj als het idee hebben, hé, mijn stem laat me in de steek. Ja. En dat gebeurde door stress op het laatst. Waardoor ik ook veel meer dingen ging opnemen van tevoren. Ik durfde het niet meer live te doen. Ja. Dus nogmaals, leuk om met jou te praten. Laten we beginnen met een compliment. Je hebt een mooie stem. Oh, dankjewel. Hoor je dat vaak? Ja, nou ja, ja. Ja, natuurlijk hoor ik dat vaak. En ja, ik had het zelfs een keer toen ik in de wacht stond bij een bank. En dat ze zeiden, goh, kun jij niet onze IVR inspreken? Er zijn nog 20 wachtende voor u. Ja. Weet je wel, zonder dat je dan denkt als de kunst van bijvoorbeeld een IVR, dus een interactieve voice response inspreken, is er zit iemand aan de andere kant van de lijn die mega geïrriteerd is. En die moet je dus een beetje met je stem enigszins kan krijgen. Ja. Het komt echt goed. Luister naar mij. Nog maar 15 wachtende voor u. Nog maar 20 wachtende voor u. Ja. Een koopje, toch? Oh, dat zou mooi zijn als het oploopt. Hè? Als het van 15 naar 20 gaat, dan ga je pas erger. Dat is steeds erger wordt. Ja. Maar we lachen er nu om. Maar dat is tegenwoordig toch bijna allemaal geautomatiseerd. Ik bedoel, laten we meteen met een grote vraag beginnen. Voel jij de hete adem van al die dingen als access to radio, waarbij gewoon een computer de dingen inleest en het bijna klinkt als echt? Ja, ja. Ja, ik vind dat, ja, weet je, ik snap heel goed dat dat voor voice-overs bedreigend kan zijn. Ik heb daarnaast nog een hoop andere dingen die ik doe, maar daar gaan we het straks ook over hebben. Ik denk toch ook dat er heel veel mensen toch het gevoel willen blijven houden dat ze met een mens spreken. Mm, echt mens. Ja, en dat zit echt in die klank. Ja. En dat is heel subtiel, maar ik denk dat een computer niet in staat is om die warmte, weet je wel, dat je echt voelt van, oh ja, zij. Ja. Dat weet ik niet. Er valt me een anekdote in van een van de bandjes van mijn radioguru. Bandjes? Ja, TDK. Oh. Nou, in de jaren 90 luisterde ik veel naar Dan O'Day. Ja. En die zei dat er sommige mensen waren, die hoorden een trailer voor een film. Ja. En die zeiden, dat moet een goede film zijn. Want de man die deze spotjes inspreekt, die spreekt alleen maar trailers in voor goede films. Dus die stem wekte zo'n vertrouwen op bij de ontvanger, dat die gasten denken, die film moet ik zien, want hij prijst dit niet voor niks aan. Ja, zo sterk kan dat dus zijn. Ja, nou, sterker nog, ik ben ervan overtuigd. Mijn motto is ook, klink anders, verdien beter. Dan kan je zien, verdien beter als in, je verdient betere reacties als je aan het woord bent. Maar je kan ook denken, als jij een goede stem hebt, kan jij koelkasten op de Noordpool verkopen. Weet je wel zo. Zo geloofwaardig kan je klinken, terwijl datgene wat je zegt nergens op slaat. En dat is wat heel veel vrouwen vaak ontbeert. Mm-hmm. Dat omdat ze weten er alles van. Ze zijn expert, ze hebben ergens verstand van. Maar omdat ze nog steeds praten als een meisje van 16, komt hun boodschap niet over. Ja. Dus je kan ongelooflijk veel met je klank doen aan gevoel wat je aan de persoon overdraagt eigenlijk, met wie je aan het praten bent. Zoals wij eigenlijk. Ja. Toch? Ja. We hebben de tijd. We gaan alles over jouw werk als coach en als voice-over behandelen. Maar ik heb ook een creatief brein wat er alle kanten op schiet. Ik moet aan Hannelore Zwitserloo denken. Ik had met haar, nou niet direct, maar wel via mijn radiocolumns, een beetje een discussie. Ik vond namelijk dat zij haar stem in de uitverkoop gooide. Langs de ene kant was ze nieuwslezer bij 538. Langs de andere kant hoorde ik haar bij Telcel allerlei prolaria aanprijzen. Mm-hmm. In hoeverre vind jij dat je als voice-over moet waken dat je je stem niet in de uitverkoop gooit? Of is daar geen maatstaf voor?
Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Dat is hetzelfde als een acteur die in een reclame... Nou, neem Frank Lammers. Hè? Jumbo. En undercover. Jumbo en undercover. Nou, echt. Hij komt ermee weg. Exact. Ja. En waarom komt hij ermee weg? Dat is mijn vraag aan jou. Ja. Ja, ik vind Jumbo en Telcel, daar zit nog wel een verschil tussen. Hè? Ja, dat is persoonlijk. Maar Jumbo is net zo commercieel als Telcel. Ja, dat is waar. Dus, hoe komt het dat hij daarmee wegkomt en zo iemand als Hannelore bijvoorbeeld niet? Nou, misschien komt ze wel mee weg en is het mijn perceptie. Maar ik ging op Twitter een beetje checken hoe de reacties op haar waren in de ochtendshow bij 538. En dan zeiden, kwam je toch een soort woord tegen overkill. Hmm. Dat kan natuurlijk ook, hè? Je bent de hele dag al te horen met spotjes. Je bent op tv te horen. En je bent nog eens als sidekick in de ochtendshow bij 538. Ik weet dat ik bij de Tros werkte. Ik moest toestemming vragen als ik ergens voor ging inspreken. Want ze hadden zoiets van, ja, dit kan negatief op jou neerslaan. Ja. Ja, ik weet je, ik vind het heel moeilijk om hier wat van te vinden, want ik kan me ook weer voorstellen dat je gewoon je stem is je business. Brengt brood op de plank. Exact. En ja, zij wordt gevraagd. Ik zou het bij wijze van spreken ook niet weigeren. Het is gewoon brood ook op de plank. Ja. En het is hetzelfde als, ik zit nu heel veel in de online marketing, daar moet je ook zichtbaar zijn, maar dan qua gezicht en ook qua stem natuurlijk. Zichtbaarheid, of dat nou is met stem of met uiterlijk, met gezicht, is wel belangrijk om top of mind te blijven van degene die wat van jou willen hebben of willen kopen. Dus ja, ik snap het ook wel. Even advocaat van de duivel. Ja. De nieuwe ochtendshow van 538 belt jou en zegt, Barbara, we vinden... Nou ja, het is nu al te vroeg. Te vroeg tegenover. Oké, ze bellen jou en zeggen van... Ja, we willen jou er toch bij hebben. Want die stem van jou, joh, daar worden iedere vrachtwagenchauffeur... Daar gaan we helemaal voor. De vrachtwagenchauffeurs parkeren hun auto langs de kant van de weg... als ze jou horen. Dit is ideaal. Maar dan moet je wel stoppen met je voice-over werk. Zou je het doen? Want je hebt een radioachtergrond. Daar zit toch nog iets dat je dat misschien nog ooit eens een keer Nou, dat ligt dus aan wat ze me ervoor betalen. Ja? Ja, tuurlijk. Ze moeten die afkopen dan gewoon. Bij jou, en niet zo'n beetje ook. Ja. Absoluut, want ik ga inkomsten derven daardoor. Ik zou het moeilijker vinden nog als ze zeggen... maar je mag ook niet meer gaan coachen. Dan zou ik echt moeilijk vinden. En dat komt ook omdat ik uit het coachen heel veel voldoening haal. Omdat ik mensen iets laat ervaren waarvan ze nog niet eens wisten dat het bestond. Maar daar gaan we het straks over hebben. Maar als 538 mij heel veel geld betaalt om alleen maar voor hun te werken zonder dat ik nog voor je zou... Ja, waarom niet? Ja? Ik wel. Ja hoor, ik vind het goed. En kom je dan gewoon iedere dag naar de studio of doe je dat vanuit thuis? Nou, tegenwoordig ook, hè? Ja, precies. Ja, maar dat zijn details. Die vullen we dan wel in, weet je wel. Ja. Ik denk dan, het liefst doe ik dat natuurlijk vanuit huis. Maar ja, kijk, gemak dient de mens. Maar je proeft dan niet de sfeer in de studio en zo. Maar goed, nee, we zitten nu hypothetisch. Ja, het is allemaal hypothetisch. Radio-dj's. Ja. Je hebt een hoop gesproken. Jeroen van Inkel. Allemaal mannen. Mark Labrand. Oh, dan wordt het tijd voor een vrouw. Hannelore misschien toch een keer uitnodigen. Nou, dan. Ik ga binnenkort Astrid de Jong komt. Die is ook mooi. Een beetje te kraken met me. Ja, Astrid de Jong. Hannelore, ja, ik weet niet of ze dat wil. Ja, raar dat ik eigenlijk maar weinig vrouwelijke dj's ken. Oké, maar de mannen die jij gesproken hebt... Jeroen van Inkel, Mark Labrand, Geert Ekdom... die hebben allemaal een mooie, zware stem. Edwin Diergaarde, niet te vergeten. Ik krijg de groeten van hem. Oh, lieve jongen is dat, ja. Lang mee samengewerkt bij de Tros. Maar goed, van Geert Ekdom wordt wel eens gezegd... die zet een stem op. Mm. Ben je dat met me eens? Zonder, niet om hem te kwetsen, maar gewoon even hem als voorbeeld. Kijk... En het is interessant om het hierover te hebben. Want waar gaat het om met radio? Radio heeft een vormgeving. Radio heeft een brand. Heeft een sound. En de DJ is eigenlijk onderdeel daarvan. Van de sound. Van de sound. En dus het is functioneel dat een DJ niet een dissonant vormt met de muziek die er gespeeld wordt. Eigenlijk is hij ook de muziek, maar dan via de stem. Okay. Dus ik vind het prima dat een DJ een bepaalde stem heeft. Dat vind ik oké. Dat dient het belang van de vormgeving. Ja, maar schept dat geen afstand tussen hem of haar en de luisteraar? Nou, ik denk dat het een show is. En in een show is het ook gewoon... Normaal, dat je iets doet. Ja, waar het gaat wringen... is als een doorgewinterde DJ echt iets gaat voice-overen. Dus een langere tekst pakt dan twee regels commercial. Ja. Als die echt een...
explanation moet doen van 1,5 minuut ja. over een bedrijf en wat ze doen. Ja, dan heb je al heel snel dat wij van de Rabobank willen graag dat je bij ons komt. Dan denk je echt van ja, het is nou net alsof ik de persoon hoor die je normaal ook hoort op de radio. En dat is het verschil tussen DJ zijn en voice-over of stemacteur zijn. Bij stemacteren en voice-over gaat het echt om de inhoud. Want wat zeg je nou eigenlijk precies? En als je op een toontje doet, wat DJ's natuurlijk ook doen, omdat dat heeft een functie. Als je te veel op toon blijft lezen, dan hoor je eigenlijk dat de persoon die het doet niet precies weet wat hij zegt. Wow, hij communiceert niet. Nee. Hij leest voor, hooguit. Hij leest voor, ja. Ja. Goed, een 7 voor het voorlezen, dat. Ja. Maar in intonatie, dat kom je dus bij de klank. In intonatie maakt het verschil of je iemand wel of niet echt gelooft. Ja. Maar dat is bij de radio toch ook belangrijk? Als je mijn verhaal vertelt, moet ik je wel geloven. Ja, maar ook dat verhaal staat ten dienste van het plaatje, de show. Het complete plaatje. Ja, het is niet. Kijk, daar heb ik het natuurlijk ook wel over gehad met die mannen. Het gaat bij radio niet heel erg om de super diepgang. Tuurlijk heb je wel luisteraars die je 1 of 2 minuten aan de lijn hebt. Maar het is niet de bedoeling dat als je dan zegt... Hey Geert, hoe is het? Ja, nou weet je, mijn vrouw heeft... daar zit je niet op te wachten. Nou, de show must go on. Nou, het ligt... Sommige programma's. Ik wou zeggen, tuurlijk zijn er programma's waar je daar wel op zit te wachten. Het is een show. Zoals Astrid de Jong Nachtzuster. Ja. Dat die show die leent zich bij uitstek hiervoor. Ja. Maar als jij gewoon op de uren zit dat er gewoon geracht moet worden, dan moet je niet zeiken over diepgang of wat dan ook. Daar is het niet voor. Nee. Nou, er wordt wel eens gezegd over dat type stem en dat type discjockey, dat ouderwets is. Dat zingerige. Terwijl ik ook vind dat je inderdaad als discjockey je kleurtje naar je omgeving. Ja. Dus als jij een snel nummer de intro inpraat, dan blijf je niet gewoon op dezelfde manier doorpraten. Nee, dan ga je mee in de muziek. Ja, het moet blenden, wat jij ook zegt. Exact. Dus, dat vind ik goed dat we dat... Nou, dat is echt het verschil. En daarom... Daarom vind ik het ook heel leuk om DJ's te interviewen. Omdat die, zonder dat ze het misschien zelf doorhebben... maar zij zitten echt op toon. En het gaat uiteindelijk voor langere teksten meer om de intonatie... om de betekenis, om de inhoud. Coach jij ook DJ's? Wil komen mensen bij je en die zeggen... help me toch alsjeblieft eens met mijn stem, want ik ben er onzeker over? Nee. Zou je dat willen? Ja, en ik denk, ja. Zou het kunnen? Ja, absoluut. Ja. Kijk, het probleem is, de vraag is eigenlijk, waar komt mijn toontje vandaan? En wil ik dat altijd? Wil ik altijd in dat bepaalde toontje schieten als ik op hem... Dat hebben voice-overs kunnen dat ook hebben. En nu 538, weet je wel, dat je altijd... Ja. Nederland.nl, altijd hetzelfde ritme, hetzelfde geluid. En de grote vraag is natuurlijk, hoe kom ik van dat toontje af? Ja. Ik word er niet goed van. Ik geef wel eens het advies, doe je koptelefoon voor de helft af. Zodat je je natuurlijke stem ook terug hoort. Ja. Is dat een goede tip? Ja, dat zijn, ja, weet je, er zijn 1001 tips voor van buiten naar binnen om het af te leren. Hè? Dus dat je, net als met presentatietrainingen, leer je altijd... Oké, hoe moet je staan? Hoe moet je kijken? Waar moet je je handen houden? Hoe moet je het publiek bespelen? Al die dingen. Die kun je ook allemaal googlen. Maar de toon die je hebt, heeft een... reden, heeft een oorsprong. Er zijn voice-overs die niet in een toontje schieten... maar die weer een ander trekje hebben... wat terugkomt in de klank, in het ritme eigenlijk van wat ze doen. Als je DJ bent, zit je bijna altijd in toon. Dus je hoort, je intonatie is niet altijd exact... je kan niet altijd de inhoud goed over het voetlicht brengen... omdat je altijd in dat bepaalde toontje blijft. Ja, dat is zonde, toch? Ja, dat ligt dus aan wat het doel is van datgene wat je doet. Mm. Als je je echt gaat verdiepen in hoe kom ik nou van dat toontje af... dan moet je ook meer gaan verdiepen in wat maakt nou... welke gedachte maakt nou dat ik in dat toontje schiet? Want je klank wordt eigenlijk aangestuurd door je mindset, door je gedachtes. Ja. Hoe denk je over jezelf? Durf je ergens te staan? Durf je ruimte in te nemen of niet? Maar wat bijvoorbeeld ook speelt... op een nog dieper niveau is van, ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Ja, jij zegt dat je jeugd die heel erg beïnvloedt in hoe je je stem gebruikt. Absoluut. Hè? Ben je, zoals Ruud de Wild, opgegroeid in een gezin met 10 kinderen of zo? Dat doet iets met je stem. Ja, je stem is een onderdeel van je hele gedrag. Dus de patronen die je hebt in je gedrag, dus de gewoontes, die vervelende bedweterige dingen... of dat je altijd haantje de voorste bent, noem het maar. Dat is
gedrag. En je klank is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dus dat is de uiting van jouw gedrag in klank. Ja. En als je dus echt op een dieper niveau dat wil veranderen, dan moet je dus veel meer naar binnen en begrip gaan krijgen voor, oké, wat voor patronen heb ik dan? Wat zijn mijn grote thema's? En dus dat gaat veel verder dieper, dan, hè? Je moet je koptelefoon half afdoen. En weet je wel. Dat je probeert mensen te helpen. Maar voor korte termijn is dat prima. Ja. Weet je wel, dat zijn gewoon de tips en de tricks. Tuurlijk, dat helpt. Ja. Maar als jij echt serieus werk wil maken van een klank of iets wat je enorm geïrriteert, als het tegen je gaat werken, ja, dan moet je echt met de billen bloot. Ja. En dat is ook, en daar ben jij voor. Ja, maar dat is ook een van de redenen dat ik vrij weinig mannen in mijn coaching heb. Dat is toch raar. Leg jij ze ook over de knie? Je zegt, dit wil ik nooit meer bij jou horen. Punt. NL. Ja, met je gekke stopwoordje of met je gekke gelispel of weet ik wat je allemaal kan hebben. Of maakt dat de stem juist uniek? Want bij lispelen moet ik bijvoorbeeld weer aan Ruud de Wil denken. Ja, die lispelt. En die heeft dus eigenlijk gewoon een spraakgebrek, maar zit wel iedere dag van 4 tot 6 op de landelijke radio. Ja, dus dat is... Zo belangrijk is dat dus niet. Spraakgebrek is ook wel een heel hard woord voor iemand die zo succesvol is. Ik denk dat niet van toepassing is. Nee. Ruud de Wild is gewoon Ruud de Wild. Dat is gewoon een brand. En dat hoort bij hem. Ja, dat is Ruud de Wild. Dus het is ook niet zo dat ik zeg van je moet stoppen met, weet ik veel, stopwoordjes of slissen. Die komen ook ergens vandaan. Hè? Is dat niet af te leren dan? Zeker. Ja. Maar dat is niet af te leren door te zeggen, dat mag jij nooit meer doen. Oh zo, ja. Dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. De reden dat je bijvoorbeeld heel vaak zegt, is omdat je heel erg probeert om zo goed mogelijk uit je woorden te komen. Ja. En dan ga je zitten denken, was het negen, weet je wel? Gelukkig. Dus daar zit een heel verhaal achter. Even een leuke anekdote tussendoor. Want het is voor we jou, zitten er nou toch. Gezellig. Zitten er toch, kun jij even drinken. Ja. En je hebt ook gezegd dat je hebt het belang van stiltes laten vallen, benadrukt. Een beetje tempo. Is dit een stille hint? Nou nee, niet voor jou, meer voor mij. Ik probeer toch een beetje een dans ervan te maken. En er valt me iets in. Kijk, Jeroen van Inkel, je hebt hem ook gesproken. Die zat in de jury van een DJ-wedstrijd in 1993, waar ik aan meedeed. En ik had in die tijd nog de neiging om heel erg hard te praten. Dus die vroeg ook terecht toe, heb jij soms in het leger gezeten of zo? Toen maakte ik er nog een grapje van. Toen zei ik van, ja, ik werkte in de keuken. Ik moest alles en iedereen bij elkaar schreeuwen. Maar goed, dat is me altijd bijgebleven. We zijn nu bijna 30 jaar verder. En ik werd toen tweede in die dishockeywedstrijd. En ik moet toch zeggen, lang in mijn carrière heb ik gewoon veel te hard gepraat. Achteraf denk ik, had dat toch eens iemand tegen me gezegd? Daar had ik echt wat aan gehad. Want ik verwarde het met enthousiasme. Ik dacht, als ik maar gewoon de hele tijd hard praat. En dan gelukkig had je nog compressie die je terugdrukte. Ja, ja, ja. Maar ik was natuurlijk de hele tijd enthousiast. En ik dacht ook, ja, dat achteraf, dat is te vermoeiend geweest voor mensen. Ja, over de knie jij. Nee, maar hard praten bijvoorbeeld. Ja. Zeg je dat tegen mensen? Ik wil eerst even ingaan op wat jij zegt. Hè? Had iemand dat maar tegen mij gezegd? Nou, volgende week of binnenkort komt mijn aflevering met Astrid de Jong. Komt vrij online in mijn stempodcast. Het is stempodcast trouwens, niet stempowerpodcast. Maar maakt niet uit. Waarom niet stempowerpodcast? Ja, had ik achteraf. Hè? Misschien als het nog kan. Stempodcast. Astrid de Jong, die werkt natuurlijk al 100 jaar bij de radio. Net als jij. Dat zijn gewoon van die iconen die al heel lang meelopen. En zij zei op een gegeven moment, het is niet de gewoonte als je bij radio werkt dat je kritiek hebt of iets zegt over de stem. Omdat dat heel erg gevoelig ligt. Ja. Ja, maar wat doe jij nou als DJ en je praat dus zo heel erg op die manier. Te hard, ja. Ja, en dan kom ik langs en zeg, hé, je moet zachter praten, want dit is niet leuk. Ja, als je het op die toon doet. Nee, maar even los. Dan kan iemand denken, ze heeft wel gelijk, maar hoe dan? Ja, precies. En dat is het probleem. Geef me technieken. Hoe dan? Ja, exact. Help me. Ja, help. Ja, wil je dat ik daar nu op inga? Ja, dat kunnen we wel doen. Maar, nee, want het is niet meer zo. Maar nee. ik kreeg wel toen van de zendermanager van 3FM, Paul van der Lucht, die wilde me naar een logopedist sturen.
Voor hard praten. Nou, meer. Hij vond dat ik inderdaad ook. Dat had ik ook wel een beetje. Ik had een beetje dat cynische. Wat ze bij 3FM. Metaal, een beetje zo nasaal ook. Dat, ja, bij 3FM hadden ze dat allemaal een beetje. Ja, we gingen allemaal een beetje. Zeikerig zo. Ja, we moesten allemaal laten blijken. We doen dit wel, maar eigenlijk vinden we het helemaal niet leuk. Ja, dat, het is eigenlijk het verbergen van je ego. Want eigenlijk vind je het super leuk dat je er zit. Maar je mag het natuurlijk niet laten merken. Verbergen van je ego. Ja? Ja. Is dat het? Ja, er zit dan een klank onder van, nou, dit is eigenlijk heel erg gewoon dat ik hier zit, dus hoezo? Ja, dat is exact de gedachte die toon maakt. Ja, maar geloof jij in logopedie? Had een logopedisme ook met dat toontje kunnen helpen? Of moet ik daarvoor echt naar jou toe, voor dat te hard praten? Nou kijk, de stem is opgedeeld. Ik heb, even heel kort, mijn triple T-methode. Ik heb 3 T's. Dat is een holistische benadering van de stem. De 3 T's. De toon- en techniek-T gaat van buiten naar binnen. Logopedie, zangles, technieken, al die dingen. Tuurlijk, dat is je instrument. Je articulatie, je ademhaling. Dat is allemaal onderdeel van dat enorme instrument wat die stem is. Maar die 3e T gaat over transformatie, oftewel mindset. En that's where I come in, zeg ik altijd. Die T is bepalend hoe goed jij bijvoorbeeld te verstaan bent of niet. Hoezeer jij pauzes durft te laten vallen, je ruimte in durft te nemen. En een logopedist kan je natuurlijk heel goed helpen met lispelen of met articulatie of met ademen, al dat soort dingen, tuurlijk. Maar het begint ermee dat je snapt waarom je in bepaalde patronen terechtkomt. Als je bijvoorbeeld onder spanning staat. Als je bijvoorbeeld op het podium staat en je krijgt een blackout. Ja, dat is echt een bijna doodervaring als je dat overkomt. En daardoor word je steeds banger om op dat podium te gaan. Hetzelfde geldt dat jij ook je stress op je stem kreeg. Ik heb Mark Labrand geïnterviewd. Die heeft ook heel veel problemen gehad met zijn stem. Als hij binnenkwam bij Talpa al, hè? Dat wou ik zeggen. Hij kwam Talpa al binnen en toen gelijk dit gevoel, weet je wel. Alsof iemand je keel dichtknijpt. Ja, angst. Totale angst. Mm. En ja, dan kom je echt in de problemen. Omdat je het moeilijke met de stem is dat hij er is er altijd. Totdat hij er niet meer is. Ja, dan is hij weg. Ja. En dan? Ja, daar heb je ook Jeroen Vinkel over geïnterviewd. Ja. Hè? Die was een beetje gepikeerd dat ik... want ik kreeg het weer van mensen doorgestuurd. Hij is er nog steeds niet overheen dat ik daar een column over geschreven heb. Terwijl ik het hem uiteindelijk echt goed bedoelde. Ik zei niet, verlos Jeroen van Inkel uit zijn lijden. Nee, ik zei, neem die man in bescherming. Ik weet namelijk zelf hoe kut het is als je de radio op moet, terwijl je stem je in de steek laat. Maar hij had dat iets anders opgevat. Is hij daar inmiddels trouwens overheen? Is zijn stem nu weer 100%? Of komt dat? Heeft hij daar iets over gezegd? Ja, maar kijk, en dat is, Patrick, wat jouw columns zo berucht en beroemd maken. Daar zit geen klanken onder. Dat zijn keiharde woorden. Letters, ik weet het. Dat Daarom zijn woorden. Lees ik ze soms ook wel eens in als podcast. Maar ja, langs de andere kant is het ook wel zo in een wereldje, wat jij ook al zegt, waarin iedereen op zijn tenen loopt om niemand voor de voeten te lopen. Want het zou wel eens morgen je baas of je collega kunnen zijn. Ja, ik ben daar uitgestapt. Ik denk, ik ben nu onafhankelijk. Ik laat nu gewoon eens de andere kant zien. Want anders komen we niet verder met dit medium. We kunnen wel alles met de mantel der liefde gaan bedekken. Maar we hebben mensen zoals jou nodig. Die ons gewoon bij de haren pakken en zeggen, zo, nu ga je zitten en nu gaan we het dus over je stem hebben. Niet om je pijn te doen, maar om je te helpen. Ja, maar ook dat is een heel precair proces. Ik zou dat dus... Kijk, iemand moet ook echt zelf die pijn voelen. Voordat, ik bedoel, is iemand als jou, jij zou bijvoorbeeld niet per se mijn ideale klant zijn, omdat jij helemaal geen problemen ervaart met je stem op dit moment. Dan is het, dat vul ik dan even in. Nee, maar voor heel veel mannen, en zeker ook voor DJ's, en als het gewoon gaat zoals het gaat, dan gaat het, weet je wel. En stem... Ja. Maar tot het moment dat jij morgen te horen krijgt, je wordt van het tijdstip afgehaald, en dan krijg je achteraf vaak na een half jaar, ja, er waren toch te veel mensen die zich irriteerden aan je stem. Of aan jou. En dan komt er later als je doorvraagt aan je stem. Dan denk je toch, potverdorie, had dat toch eerder aangepakt. Ja, maar weet je, hoe noem je dat? Dingen zijn... Onconventioneel? Nou, mensen houden niet van moeilijkheden en conflicten en potentiële oncomfortabele situaties. Ja. Zo werkt het nou eenmaal. En zeker in die mediawereld. Je bent zo godschuwelijk afhankelijk van of iemand je wel of niet mag.
De gunfactor. Ja, ja, dat is 100%. Dat is super belangrijk. Dus daarin, daarin zit altijd een laag bullshit. Dat kan niet anders. Nee, dat snap ik. Maar gelukkig ben jij er en ben ik er ook. Dat we toch ook af en toe er doorheen durven te breken. Want ik denk dat jij namelijk heel veel discjockeys nog zou kunnen helpen zelfverzekerder te worden. Omdat ze heel veel mensen weten niet eens dat als ik zeg je stem is je instrument, kijken ze je al raar aan. Hoezo? Ik heb je stem is toch gewoon wat ik heb. Ja, dan doe ik het gewoon mee. Ja, ik praat nou eenmaal zo. Ja, ik heb nou eenmaal die rare S of die rare achter in mijn keel R. En ja, klopt. Hoor jij ook vaak, denk ik. Ja, maar die mensen komen niet bij mij. En ik ben er wel. Ik vind wel dat je daarin iedereen ook echt in zijn waarde moet laten. En ik niet vind, dwingen. Nee, absoluut niet. En ik vind sowieso. Ik heb respect voor die mannen die altijd als DJ gewoon hun ding doen. Prima, weet je wel. Dat past gewoon. En die klank is echt prima. Dus, het kan niet beter volgens jou. Ja, beter dat. Mijn doel is niet zozeer dat je stem beter wordt. En daarom zijn DJ's misschien helemaal niet mijn ideale klant. Nee, mijn doel is vooral, en daarom heb ik ook vrouwen vaak als klant, dat de klank van de stem groeit niet mee met jou als persoon. Als jij 40 jaar bent en je hebt een goede baan, je bent moeder van een gezin en je hebt mantelzorgtaken en alles. En je klinkt nog steeds als een heel onzeker meisje. Ja. Weet je wel, dat matcht niet met elkaar. Nee. En wat ik eigenlijk doe, zo heel simpel gezegd, is dat ik die stem meer in sync laat komen met de persoon die ze nu zijn. De volwassen vrouw die ook gewoon wel eens boos is of dingen niet wil. En ook durft te zeggen, nou, ik liever niet. Ja. Zonder dat ze, nou, liever niet. Weet je wel, Ja. Je geeft ze daarmee ook zelfvertrouwen. Ja, heel erg. Daarom is het ook stempower. Want ik empower via de klank van de stem. En ik zie ook echt in mijn trajecten dat vrouwen ook intern een enorme transformatie maken. En veel meer ook durven opkomen voor zichzelf. Ja. Dat als ze voelen veel meer hun eigen grenzen aan. We hebben een paar dingetjes geleerd nu. We zijn 26 minuten verder. Ja, het gaat dus niet om het aanleren van techniekjes, als ik jou goed begrijp. Het komt van binnenuit. Je zult als mens moeten transformeren om ook beter te kunnen zenden, zullen we maar zeggen. Ja. Want jij zegt ook, mensen onthouden niet wat je zegt, mensen voelen wat je zegt. Juist, klopt. Ja. Kun je dat nog eens een beetje uitdiepen? Ja. Hoe werkt dat? Heeft dat met trilling te maken? Of? Nee, dat heeft te maken met dat je in de klank van iemand zijn stem. Hoe zal ik het eens vergelijken? Oké, stel jij komt een geweldig leuke vrouw tegen en ze ziet er goed uit, gebruikt goede woorden. En ze zegt ook precies die dingen die je wil horen. En toch, ja, ik kan het beter andersom doen. Ik kom een leuke man tegen die zo is, want die hebben vaak een andere agenda. En je loopt weg en je hebt zoiets van, hij zei wel dit en dat en dat, maar toch, ik weet niet, een beetje raar. Ik voelde het niet. Exact. En heel vaak denk je dan van, of je beredeneert het weg, van nee, dat zal wel meevallen. Of je denkt van, hij zal het wel niet zo bedoelen. En dan blijkt er achteraf toch vaak dat ze een andere agenda hadden. En dat je inderdaad flink genaaid bent, zeg maar. Je voelde het goed. Je denkt, ja, maar dat komt dus. En dat is mijn, dat komt dus door de klank van de stem. Want de bedoeling van iemand komt niet overeen met de woorden die hij zegt. Dus als ik tegen jou zeg van, nou, ik vind het hier echt het is hier echt heel erg leuk. Zeg van, ja, ik vind het hier echt super tof, leuk. Ja. Dat is het verschil. Ik voel hem. Ja, exact. Dat bedoel ik. Ja. En ook, weet je, als iemand een verhaal... Want daarom mensen zijn altijd heel erg op zoek naar... Ja, ik wil jou zien en ik wil jouw verhaal horen. Mensen willen echt iets voelen bij iemand. Ja. En heel vaak wordt het dan vertaald dat je zichtbaar bent... en alles vertelt wat los en vast zit. Weet je, je hele hebben en houden op tafel. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat mensen voelen dat je ergens over opwint. Ik heb een idee. Goed. Wij beginnen gewoon samen een VOF... Dan doe jij gewoon. Ja, nee, lastig. Met jou? Echt nooit. Dat weet je helemaal niet. Je kent me pas een half uurtje. Ik val echt. In het echt val ik echt reuze mee. En dan doe jij gewoon de tak waar je nu al in zit. Hè? De mensen op het podium en zo. En dan ga ik met jouw kennis me richten. Of althans met jouw hulp gaan we samen die discjockeys coachen. Want ik blijf zeggen, radiomakers, radio is ook een voelmedium. En als je met mensen iets kunt laten voelen door de radio heen, dan vergeten ze je nooit meer. En ze zoeken je op overal waar je zit. Ja. Ja, wat moet ik hier nou op zeggen? Ja, zeker. Nou, hier is het papier. Teken even hier. Nee, joh. Ik klop maar wat. Sorry dat ik je onderbreek, maar er zijn zoveel interessante dingen.
Dus ik sta op een podium. Ja. Hè? Want jij coacht vrouwen die op een podium staan ook. Nee, maar ook veel online ondernemers. Kijk, als je online onderneemt, moet je zichtbaar zijn. Ja. En moet je webinars doen, podcasts maken, al die dingen. Omdat je hebt geen winkeltje als een winkelstraat. Jij bent het winkeltje. Jij bent het uithangbord. Ja, en er zijn heel veel vrouwen die van dingen heel veel afweten. Maar zodra die dan een podcast gaan doen, dan freezen ze helemaal. Dan gaan ze heel raar klinken. Heel, ja, helemaal klopt. Zo, op die manier. Waarom is dat? Omdat je... Zenuwen. Je moet je voorstellen dat je hebt allemaal modussen waar je in kan schieten. Als je op het podium staat, dan ga je professioneel. Je gaat aan. Zo ja. Als je een podcast doet en je komt een microfoon, dan krijg je gelijk zoiets van, oh, help, daar is een microfoon. En dan klink je al niet meer zoals jezelf. De kunst is dus, maar daarvoor dat is dus ook heel spannend, dat je die modussen, die maskers die je eigenlijk automatisch opdoet, dat je daar bewust van wordt. En dat je denkt, ja, ik voel het wel, maar dit is gewoon maar een microfoon. En dat je toch jezelf blijft, ondanks een microfoon of een podium of wat dan ook. En dan gaan mensen jou zien, hoe jij bent. En je dus geloven. Ja, omdat ze jou horen in de klank, dat het in sync is met wat je zegt. Ja. Het is op één lijn. Ik moet denken aan een vrouw die ik gewoon eens een keer... Ik ben van de firma ongevraagdadvies.nl. Gewoon zei ik, ik zie nu een video van jou in je LinkedIn stories, toen dat nog kon. Ik zeg maar, je praat met dubbele tong. Had jij soms wijn op of zo? En gelukkig ontving ze het goed. Zei, is dat echt zo? Nou, dan ga ik daar eens op letten. Ik denk ook, ja, maar als nooit iemand dat tegen je zegt. Ze praten echt een beetje zo van, ik denk, die heeft gezopen voordat ze die LinkedIn story heeft ingesproken. Ja. Het is misschien te direct, maar... Ja, het is iets te direct. Nou ja, ik ken daar wel al een beetje. Dus ze pikten het wel van me. Maar, en mensen kennen me inmiddels wel, maar... Ja, heel veel mensen hebben het niet eens door, denk ik, wat ze... Ja. Nou, maar heel veel mensen durven zichzelf ook niet terug te... Oh ja. Die vinden het echt een kwelling. Want ik heb iedere week op Clubhouse, op vrijdag van 10 tot 11, heb ik een Clubhouse Stempowering Room. En dan heb ik 4 mensen op de hot seat die ik dus niet ken, die ik zie. Alleen puur op klank. En die ga je helpen. Ga ik coachen. En binnen een kwartier klinken ze vaak gewoon veel rustiger en lager. Ja, absoluut. Cool. Ja, is heel cool. Wat was nou mijn punt? Oh ja, en dan vraag ik het. Mijn eerste vraag is altijd, wat vind jij van je eigen... Nee, niet op die manier. Maar wat vind je nou eigenlijk van je eigen stem? En vaak moeten ze dan een beetje lachen. Ja, weet ik van mijn eigen stem. Ja, weet ik veel. Gewoon dit. Ja, ik vind het vreselijk om terug te luisteren. En dan pas realiseren ze zich van, hoezo? Kan ik iets van mijn stem vinden dan? Hè? Omdat niemand weet dat je stem niet een vaststaand gegeven is. Ja. Hij is te trainen. Ja, en misschien weet je het zelf wel, als je een behoorlijk heftige ervaring meemaakt, omdat er iemand overlijdt die dichtbij staat. Oh, of je hebt een burn-out gehad. Dan hoor je dat ook terug in die stem. Ja. Dat die anders gaat klinken. Want je ontwikkelt. En de klank is daar een uiting van. Ik was altijd bij de radio op zoek naar die leuke bellers natuurlijk. Hè? Maar ik kon in een stem kon ik gewoon verdriet voelen. Ik kon pijn voelen. Depressie. Ik zocht natuurlijk altijd een beetje die stem waar ook gewoon die lekker geladen was of ja, zo. Ja, ja. Dus dat heb ik zelf als ik bandjes terugluister van 10 of 15 jaar geleden of mp3's. Denk, oh ja, dat was toen. Dat was die week dat je ruzie had met je vriendin. Ik alsof ik het gewoon daardoor herinner. Ja. Ik hoor gewoon dat ik denk, ja, oh ja, dan zat dat rafeltje zat er weer aan. Of je zat weer te knijpen. Het is dus, die stem is dus eigenlijk gewoon bijna een soort antenne die uitzendt. Ja. Hoe het met ons gaat. Ik bedoel, je hebt ontlasting, zeg maar. Hè? Dit is ook een soort ontlasting, maar dan qua geluid. Nee, waarom hoor ik dat zo weinig dan? Je bent een van de weinigen die dat roept. Ik ben er waarschijnlijk ook de enige in Nederland die op deze manier coacht. Ja, potverdorie. Ja, dus, en ik zit hier gewoon aan tafel, ben ik hier voor jou, wat geweldig. Nou ja, maar dat we dit ook aan mensen in de media kunnen laten horen. Want dit komt natuurlijk op spreekbuis.nl. Ja, oh, wat een werk nog voor jou, Barbara. Je bent gelukkig pas 50, hè? Dus ik ben 50. Ja, je hebt nog wel een jaartje of 40 te gaan. Ik hoop het. Komt een vraag binnen van een luisteraar. Paul uit Gouda, die zegt... Oh, je zit voetje te vrij met me. Ja, lekker. Ja, ik heb hele grote voeten namelijk. Ja, nee, maat 44. Bent, ja, maar mag ik natuurlijk niet zeggen. Je bent 1,90 meter. Natuurlijk mag je dat zeggen. 93 ja, nou, lekker. Nou goed. Even, Paul uit Gouda wil weten, hoe hou jij je stem in shape? Wat doe je daarvoor? Ja, het enige wat ik ervoor doe is bubbelen af en toe. Bubbelen? Bubbelen. Ja, dat ken je toch wel. Dat gorgelen? Is... Nee. Oh, sorry. Ja, je weet echt niet. Lax Fox? Ken je dat? Nee. Je ziet het wel eens bij The Voice. Oh, brrr. Ja,
ja, in zo'n flesje met zo'n buisje met water. Ja. Dan blaas je daarin en dan met geluid. Dus en wat je dan eigenlijk doet, is je masseert je stembanden. Dus als ik heel veel gepraat heb, dan doe ik dat wel. Maar verder doe ik articulatieoefeningen. Heb ik heel veel gedaan toen ik als voice-over. En dat is een hele goede oefening. Dus tippetappen, 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 tippetappen. Van die klein motorische oefeningen om je tong en je tanden en je lippen. Gewoon, ja, het zijn spieren die je traint. Dus je maakt ze heel puntig en listig. Mm. En dan ga je voor in je mond spreken, word je ook tip, 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 dat, ja, soort geluiden. Je krijgt minder smekjes en smakjes. Dus dat heb ik heel veel gedaan. En ja, ik coach heel erg veel. Dus en dan doe ik ook oefeningen met mensen. Dus dan, dat helpt, ja, jou ook. Dat helpt mij natuurlijk ook. Wat mythes nog, hè? Bijvoorbeeld Alfred Lagarde, Big Bad Al. Je kent hem ook nog. Of course. Ja, fantastische stem. Die had zijn hele achterbank vol liggen met lege flessen whisky. Ja, goede manier. Ja, ze zeiden er even whisky zuipen. Daar wordt je stem van. Is dat een mythe? Ja, nee, dat gaat in Radioland rond. Oh mijn god. Ja, ik weet het, Alfred. Ja, dat is geen kwaad woord over die man natuurlijk. Want dat is de godfather van all voices. Nee, maar dat is natuurlijk gewoon gelul. Ja, helpt, ja, niet, drank? Natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En roken? Sigaren, ja, roken? Ja, wat denk je nou zelf? Nou, ja, dat is na. Dat natuurlijk niet. Het doet wel iets met je stem. Ja, zeker. Maar niet het goede. Het slijt sneller. Dus Het doet zeker iets met je stem. Wat een onzin. Ja, maar dan hoor je eens waar wij het in Radioland mee moeten doen. Dat zijn zo'n beetje de tips. Oké, nou, geveld. Ja, rook sigaren en drink whisky. Ja, echt. En drink water. Want ik zag jou net ook al koffie drinken. En ik weet, als ik 's ochtends vroeg in mijn ochtendshow koffie dronk, ja, dan kreeg ik een moeilijke wedstrijd. Zeker, ja, als het koffie met melk was. Ja, heb onttrekt ik onttrekt nu water of vocht aan je stemband. Ja, ik had het idee dat het dan de melk op de stembanden, ja, slaat. Ook klopt slijm, dat? Slijmvormend. Dus tip 1 is: drink niet te veel of drink alleen water voordat je gaat inspreken. Nou, je moet sowieso genoeg drinken. Want water gaat als eerste naar je vitale organen en niet naar je stembanden. Oh. Dus je moet zorgen dat je, zeg maar, je vochtgehalte in je lijf gewoon hoog genoeg is, zodat ook uiteindelijk die stembanden genoeg vocht krijgen. Ja. Maar weet je, ik ben geen logopedist en ik weet er wel wat dingen van. Maar als je echt puur naar iemand moet omdat je schor en of hees bent, dan moet je ook vooral naar een logopedist gaan. Weet je, dat zegt ze ook. Ga eerst naar de huisarts. Consulteer eerst uw huisarts, ja, bij wijze van spreken. Maar een knobbeltje op je stem bijvoorbeeld. Sommige discjockeys zijn eraan geopereerd. Ja. Komt dat echt? Dat komt toch door verkeerd stemgebruik, dat je te veel, ja, knijpt of zo? Ja, dat kan. Het kan dat je te veel druk zet op je stembanden, waardoor ze op een gegeven moment niet meer goed sluiten. En dan komt er te veel valse lucht langs. Dan drogen ze uit. Ze mogen niet uitdrogen, ze moeten vochtig blijven. Gaan ze niet meer goed aansluiten. En dan op een gegeven moment heb je geen stem meer. Die is interessant. Je laat valse lucht vallen. Ik schrijf hem even op. Valse lucht. Dat is natuurlijk hoe een vrouw lekker een 06-lijn kan inspreken. Ja, dat is heel erg leuk om, ja, te doen, ja. Oh god, als je dat doe het maar niet te lang. Want het heeft meteen effect. Het is al bijna lente. Oh god, nee. Allemaal lampen op mijn gezicht. Ja. Nee, maar dat is wel wat je vaak... Nou, laten we het gewoon eens over de vrouwenstem in het algemeen, ja, hebben. Daar vind jij ook wel wat van. Hè? Ik heb een paar podcasts geluisterd. Dus je hebt vrouwen die gebruiken inderdaad heel veel lucht. Ja, klopt. Wat vind je daarvan? Wat vind je ervan? Dat is toch niet natuurlijk? Of hoeft het niet altijd natuurlijk? Ja, het ligt eraan. Gebruiken ze lucht om een bepaald effect te bereiken? Waarschijnlijk om gewoon heel erg op die manier. Hoi schatje, bel me nu. Als je heel veel lucht gebruikt in je stem, dan betekent dat ook vaak dat je, ja, ook wel bang bent om je uit te spreken. Want het heeft heel veel te maken met van... Durf ik wel te zeggen. Oh ja. Dat. Er zit een soort van vind mij aardig. Ja, dat, ja, ja, zit erachter vaak. Dus weet je, het grappige met jou is van jij bent heel, heel direct en benoemd gelijk van wat vind je ervan met veel lucht spreken. En ik denk dan een laag verder. Dan denk ik van dat ligt aan de persoon. En er zitten bepaalde bedoelingen achter. Een effect wat je wil bereiken, wat je gewend bent om te doen. Zodat je aardig gevonden wordt. En iedereen te vriend houden. Ja. Dat heeft daar heel veel mee te maken. Dus dat gaat verder dan... Goh, je praat wel met heel veel lucht. Dat heeft te maken met... Ja, ben ik gewend om afgewezen te worden of niet? Durf ik mijn punt te maken? Ja. En je mag bijvoorbeeld ik er zijn? Ook, ja, mag ik er zijn. Maar je hebt, ja, bijvoorbeeld ook vrouwen die heel een beetje met dit metalige praten, ja, zo op die manier. En die zijn heel erg... die zijn heel erg pushend bijna in hun punt te maken. Waardoor je...
als toehoorder zit van... ja, hey, rustig aan, weet je wel. Dus snap je, het is veel meer dan praat je met te veel of te weinig lucht. Ik stel de verkeerde vraag, ik hoor het al. Joh, eigenlijk. Nee, ja, het is maatwerk, dat hoor ik al. Ja, ik bedoel, absoluut. Nou, ik wilde eigenlijk naar dit punt toe. Ja, ik kom toch weer even terug bij de radio en hou het daarna over op. Hè. Maar er wordt over vrouwen op de radio vaak gezegd, zoals bij 538... nee, we nemen geen vrouwelijke discjockey. Want mensen irriteren zich aan vrouwenstemmen op de radio. Mm. Dat is nog zo'n mythe die in de radiowereld heel hardnekkig is. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, laat ik vooropstellen dat het voor vrouwen heel erg moeilijk is... om een rolmodel te vinden als het gaat om stem. Kijk, voor mannen is er echt smaken te over. Mm. Je kan klinken als Trump of als Obama... of je kan alles kiezen wat je wil. Er zijn weinig vrouwen op hoge posities die een klank hebben waarvan je als vrouw denkt, zo, die weet wat ze zegt. Ja, dat. Ja. Ik noem vaak Lilian Marijnissen als iemand... Die vind jij goed, hè? Ja, niet vanwege de politiek, maar zij komt natuurlijk uit een politiek nest. Zij is gewend om aan de tafel met haar vader of met het gezin politieke discussies te voeren. Zij is gewend om die spier te trainen zonder dat ze heel erg zo overkomt, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus er zit een bepaald gemak in de manier waarop zij praat die heel aantrekkelijk is. Ja. Ze is aan de ene kant duidelijk, maar ze klinkt niet als een halve vent. Sommige vrouwen klinken heel erg op die manier. Die zijn zeg maar gaan vormen naar de omgeving waar ze in werken. Een mannenomgeving vaak. Dus voor vrouwen is het heel moeilijk om het middenveld te vinden in de stem. Dus je klinkt heel erg laag. Of je praat heel erg hoog en snel en praat op die manier. Maar het mooiste is natuurlijk als je af en toe lager en soms even wat hoger. Maar dat er dynamiek. Een dynamiek, ja. Een melodie in zit. En dat is een plek voor vrouwen heel moeilijk om te vinden in je eigen stem. Wat is het zwarte vlek effect? Wat dan? Het zwarte vlek effect. Ik weet niet wat het is. En daar heb ik je over horen praten in een podcast. Nou, dan moet je me even de context geven, want ik weet niet wat ik bedoel. Nou, laten we daar eens even op contempleren. Zwarte vlek effect. Nou, iets in je stem wat je zelf niet hoort misschien. Mm. Splinter in Blinde het oog. Blindevlek bedoel je? Ja, nou, ik heb het opgeschreven als zwarte vlek effect. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Blinde vlek. Nou, dat is toch iets anders, denk ik. Maar goed. Ga je gang. Nou, het is meer dat je pas als je jezelf opneemt en durft terug te luisteren, dan pas hoor je echt hoe je klinkt. Dus je ervaart je eigen stem anders, omdat je zeg maar vanuit je lichaam praat. Dus daar gaat die bas van je hele lijf gaat daarin mee. Dat hoor je allemaal in je oren. Maar jij hoort alleen maar dat laatste stukje als het eenmaal uit de mond is. Dus die hele mondholte, al die zachte tissues in je lijf, zeg maar, die hoor ik, maar die hoor jij niet. Ja, ja, ja. Dat is denk ik wat ik bedoel. En het is belangrijk om voor in je mond te praten. Ja, werd mij al vroeg in mijn carrière geadviseerd in verband met... Zonder dat je heel erg op deze manier gaat praten. Zoals ze vroeger met die punttong altijd op de toneelschool. Je moet praten als deze manier. Weet je wel, ja. In verband met de verstaanbaarheid. Ja, omdat je achter in de zaal moet ze je ook kunnen horen. Weet je wel, en dan de N allemaal uitspreken. Jij kan wel hele leuke dingen met je stem. Doe jij ook tekenfilms en zo? Nee. Jij zou toch zo de stem van een SpongeBob kunnen zijn, of weet ik veel. Het tekenfilms spreken is echt een vak apart. Ja? Serieus. Ik heb het een keer geprobeerd. Ging niet goed. Wat is jouw sterkste kant dan? Want het is in de radio ook belangrijk om te weten, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in? Waar ben jij nou echt goed in? Behalve coachen, hè? Dus qua inspreken. Laten we het over je voice-over werk hebben. Underwonder, ondergoed met een geheimpje. Weet je wel, van die 50-plus dingen. Als, nee, slips? Zeker. Nee, ik word veel gevraagd, ook voor UNICEF. Oxfam Novib. Ja, goede doelen. Goede doelen. Koning Aap reizen. Ik doe even mijn ogen dicht terwijl jij praat. Hè? Want dan kan ik zo even daar iets over zeggen. Ja? En ik doe ook de billboard bij Chateau Meiland. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Emmy Fondue. Hmm. Die, weet je wel, wat zit je nou te doen dan? Nou, ik ben aan het denken, wat roept jouw stem bij mij op? En het allereerste is dat toch vertrouwen. Ik heb het idee dat ik jou vertrouw als ik jou hoor. Ja, dat is echt volkomen onterecht natuurlijk. Nou ja, ik blaas er de boel waar je bij staat. Wat je allemaal doet in je dagelijks leven, dat is wel lusten honden geen brood van. Maar jij zou dus denk ik de ideale stem zijn voor een verzekeringsmaatschappij. Heel saai, ja.
Nou ja, maar ja, die willen toch vertrouwen op een bank. Die willen ook vertrouwen opwekken. Ja, iedereen wil vertrouwen. Elk merk, Patrick. Elk merk. Dus iedereen wil vertrouwen. Ja, dus hebben. Jij bent geschikt voor elk merk. Of is dat dus niet ik zo? Ik ben eigenlijk gewoon miljonair. Nee, maar dat klopt wel. En waar ik ook goed in ben, of veel voor wordt gevraagd, is de interactieve voice response. Er zijn nog 20 wachten. Ja, weet je wel, de vervelende boodschap overbrengt, dame. Ga maar rustig slapen, alles komt goed. Ik ben te veel aan het slijmen met je, heb ik het idee. Ja, moet je niet doen. Kun je eens wat namen opnoemen van grote merken waar jij nu de stem van bent of bent geweest? Ja, wat ik zei, Koning Aap, Topbloemen, Topbloemen.nl. .nl, een billboard was dat. Een billboard? Oh, een pre-roll. Van dit programma. Ja, oh, ja. Voor de ja, dingen. Precies. Dus Emmy Fondue. Hoe heet het? Je doet zoveel dat je smaakt niet eens. Ik doe veel voor het Concertgebouw, gemeente Amsterdam. Het meeste wat ik doe, de radio en tv dingen, dat zijn echt de kersen op de taart. Die betalen ook tof en leuk. En mijn studio is echt leuk. Ik vind dat nu leuk. Vroeger vond ik dat echt doodeng. Ik heb nog een leuke anekdote dat het helemaal misging. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar hadden we het even in het voorgesprek ook over. Dan zit je in te spreken en dan staat aan de andere kant van het raam een hele delegatie van het bedrijf. Ja. Nou, erger kan het niet. Ja, want uitje. Die vinden er allemaal wat van. Die staan hoofdschuddend te kijken terwijl jij het inspreekt. Exact, ja. Maakte je dat ook mee? Ja, nou niet dat ze hoofdschuddend tegen, nee. Maar tenminste bij mij niet. Niet dat ik weet. Nou, ik weet wel, kijk, de meeste dingen spreek ik thuis in. Ik heb een eigen thuisstudio en ik zeg 80, misschien wel 90% van het werk wat ik doe, doe ik thuis. Lekker. Ja, heerlijk. Maar ik weet nog wel, de eerste keer dat ik naar een grote mensenstudio mocht, zoals ik dat zelf noemde, dat was bij Lukien. Dat is echt een hele grote club. En als je daar dan binnenkomt in die hal, heb je ook zo'n hele wand met allemaal schermen van al hun uitingen. Weet je, dan kom je daar in die, en ik ben groot, maar ik voelde me toch echt zo heel klein worden. Ja. Zo'n hele hoge balie met van die hele jonge mooie meiden erachter. Dat je denkt, oh mijn god, daar kom ik aan. En dan meld je jezelf aan en dan zegt, ja hoor mevrouw, gaat u maar even zitten. En dan zitten ze en tegenover je zit dan zo'n Chesterfield lage bank. Dus dan ga je zitten en dan heb je die hoge. Je snapt, je voelt hem wel. Tegen die tijd dat mijn klant mij kwam halen, dacht ik, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? En we gingen dan naar een lift in en we stapten een hal uit. En ik hoorde, toen we die lift uitstapten, hoorde ik allemaal een beetje geroezemoes en klopjes en gelach en zo. Ik denk, oh, een feestje. Een leuk feestje. Maar wat bleek, dat was een uitje. Want die hele marketing- en salesafdeling van dat pensioenfonds, die was meegegaan. Want ze gingen naar de stem kijken, die dus het campagne ging inspreken. Doe het ze niet aan. Ja, dat was dus echt mijn bijna dood. Ja, dat snap ik. Ervaring. Dat al die ogen. En ik wist wat ik moest zeggen. Want ik hoef het niet zelf te verzinnen. Maar ik kreeg helemaal al die dingen die je krijgt, kreeg ik toen. Van smijken, ook een droge mond en zweten. Noem wel het maar. Gelukt uiteindelijk. Ja, maar ik weet wel, toen ik terugreed, dacht ik van oké, dit gaat me echt nooit meer gebeuren. Nee, dat was zo'n bijna dood ervaring. Zet het gewoon in je rider. Ik wil geen publiek. Laat het publiek maar thuis. Die positie was ik toen niet, maar ga verder. We hadden op LinkedIn een leuke discussie. Hè? Ik zag jou zittend inspreken. Wij zitten nu ook. En ik ben van plan daarachter in dat schuurtje een staande podcaststudio te bouwen. Eerst gaat die schuur uitgebreid worden met nog extra bakstenen en zo. Spreek jij zittend? Met extra bakstenen? Hoe bedoel je? Nou ja, hij moet naar rechts. Hij is te klein nu. Dus hij wordt naar rechts uitgebreid met een extra muur, zullen we maar zeggen. Oké, heel goed. Spreek jij zittend in of staand? Zittend. Bij voorkeur. Waarom? Omdat ik niet te veel wil bewegen als ik inspreek. En je bent bewegelijk. Ja, maar ik wil dat niet als ik inspreek. Ik snap dat DJ's staan, dat begrijp ik 100%. Mm-hmm. Want maar zij ook zijn veel voice-overs, hè? NPO Radio 2, Stefan Stassen spreekt alles staand in. Ja, oké, maar dat is ook een ander. Die doet geen. Ja, nee, dat meen ik echt. Dat is een ander type inspreek wat hij doet. Hij doet het ook veel meer op swingender of zo. Ja, precies. En ik vergelijk het wel eens met een tuinslang. Je kunt een tuinslang, als het goed is, komt daar een hele. Dit is een beetje een dubbelzinnig. Ik bedoel het niet dubbelzinnig. Maar er komt een grote straal water uit die de plantjes dan bewatert. Pardon? Maar als jij allemaal gaatjes in die tuinslang knipt, dan komt dat water al eerder eruit. En dat is ook zo met bewegen. Als jij heel erg veel beweegt, als je inspreekt, dan gaat de kracht van je klank wordt minder. Dus, dus als jij heel erg op deze manier praat en met veel beweging, ik weet wel dat er
cursussen zijn waar je dat heel erg leert. Ja, je moet vooral met je handen bewegen. Maar de intentie zit hem niet in het lichaam, in het bewegen. Dat zit hem in. De intentie zit hem in de klank. Toch gebruik jij nu ook je handen. Ja. Jij spreekt ook met je lichaam. Ja, zeker. Ja. Maar dat niet toch makkelijker als je staat? Nee. Want ik dan, voor mij werkt dat niet zo. Okay. Ik vind het fijn om te zitten en inderdaad dit soort bewegingen. Maar als ik ga staan, joh, dan... Ja, heb je wel geprobeerd? Of je moet soms doe ik het wel. Hè. Als ik echt een commercial van 15 seconden... van echt zo'n rach commercial van zo'n lokaaltje, weet je wel... Van 15 seconden, ja, dan wel. Ja. Maar dat vraagt ook een andere intensiteit. Dat is gewoon echt... En nu, voor die wil, weet je, dan ga je echt baf, rachen. Ja. Maar heel vaak is dat niet zo. Kijk, ik ben een zwart-wit type. Hè. Het is bij mij vaak of zo, of zo. Maar dat vind ik fijn aan jou. Jij brengt de nuance ook in dit gesprek. En jij laat ook zien, er is geen stelregel van het moet staand of zittend. Het is maatwerk dus ook weer. Voor de een werkt staand, voor de ander werkt zittend. Ja. Ja, mij werd steeds verteld dat het te maken heeft met al die spieren hier. En dat je beter ademhaalt als je staat. En daardoor meer lucht hebt. En daardoor dus ook langere zinnen kan maken. Mm. Heb je dat ook ooit gehoord? Zijn dat fabeltjes? Nou, het klopt op zich wel. Maar als ik inspreek, zit ik wel rechtop. Ik zorg natuurlijk wel dat... Ja. Ik ga natuurlijk niet helemaal zo zitten. Ja, niet onderuit gezakt. Ik zit wel borst vooruit. Nee, je kent het wel. Ja. Zo zit ik. Ik zit wel actief. Ja. Maar dat is voor mij logisch. En dat maakt niet uit of ik nou zit of staan. Dat, die actieve houding heb ik sowieso als ik Dus je hebt een goede stoel? Met veel rugsteun. Ja, beter dan deze stoel is verschrikkelijk. Dit is echt een IKEA. Schuif gewoon... nog even aan als je wil. Ja. Die heb ik tweedehands gehaald ergens op Marktplaats. Ja, dat is te merken. Ja, ik weet het. Ik moet toch met de centjes die ik bij de radio verdiend heb... de rest van mijn leven rondkomen. Je bent zo zielig. Nee, dat niet. Maar ik bespaar een beetje. Nou, vraag het toch maar even. Jij verdient toch flink wat geld met je stem, of niet? Ik verdien aardig beleg. Maar je hebt dat coachen wel nodig nog daarnaast. Ja, zeker. Je kan niet van voice-over werk alleen rondkomen. Nee. Zou je dat wel willen? Nee, niet meer. Had ik wel gewild. Ja? Had ik wel gewild. Eigenlijk de reden dat ik ben gaan coachen is door de COVID-crisis gekomen. Ja, merkte je natuurlijk in marketingbudgetten, ja. Ja, zeker. Want ik was natuurlijk stem van Koning Aap en ik deed af en toe cruises. En ja, boef, alles weg. Oh, fuck. En nou ja, ik coachte al gewoon een beetje onofficieel mensen. En ik ben me daar toen echt op gaan richten. En ik merk nu dat ik dat eigenlijk veel leuker vind. Want kijk, voice-over is leuk, maar het is in feite... je voert gewoon uit wat je moet doen. Bijna creatief. Je moet precies doen wat de klant wil. En nou ja, ik hoef je kan jezelf je niet te veel inleggen. Nee, ik ben mezelf niet zo. Ik snap het helemaal. Heel vervelend. Oké. Even... Nu gaan we serieus worden. Nou, ik denk dat ik nog wel iets interessants heb. Even kijken, het ging over coachen. Nou ja, wat een mooi verhaal is, en dat is al eerder verteld in andere podcasts. Maar misschien komt dit ook nog wel omdat ik je zo inspirerend vind bij Leven Zonder Stress. Dan bereik je meteen 10.000 luisteraars. En dat is, want het is een uniek onderwerp. Wat ik een mooie anekdote vind, is dat eigenlijk een van je kinderen ervoor gezorgd heeft dat je nu doet wat je doet. Ja, absoluut. Ja, een van mijn, ik heb er maar twee hoor. Ja, een meisje en een jongen. En die jongen heeft daarvoor gezorgd, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Onze jongste zoon Siep is 13 jaar. En toen hij geboren werd, wisten wij niet dat hij zwaar verstandelijk gehandicapt en autistisch was. Daar kwamen wij zo langzamerhand in het eerste jaar achter. Dat is een vrij pijnlijk proces, kan ik je verklappen. We hebben ook nog een dochter, die is ouder. Maar die was maar 1,5 jaar ouder dan Siep is. En omdat je kinderen zo dicht op elkaar hebt, dan ga je toch vergelijken. En wat ons al wel heel snel opviel, was dat hij heel erg in zijn eigen wereldje bleef. Dat hij geen contact, maar je kent de riedeltje wel, hè? Kinderen die waar het niet helemaal goed gaat. En toen na een jaar hadden we zoiets van, nou, daar klopt echt iets niet. Er is echt iets niet in de haak. En nou, dat bleek ook wel. We werden naar het Sophia Kinderziekenhuis gestuurd voor onderzoek. En daar zijn ze gespecialiseerd om in heel vroege, op hele vroege leeftijd al autisme of verstandelijk beperking te diagnosticeren. Wat best moeilijk is als een kind 1,5 is. Want ja, die praten al bijna niet. Maar nou, daar kwam dus inderdaad uit dat die... ik zeg wel eens van ja, we hadden de dubbele woordwaarde. Hij was en verstandelijk beperkt en autistisch. En ze wisten ook echt totaal niet waar dat op uit ging draaien. Nou, dat was natuurlijk een mega grote klap. En voor het gezin ook. En ja, hoe verder? Want zodra je in dat wereldje terechtkomt, waar je het liefst niet in wil komen, maar je hebt er geen keuze in, dan moet je
toch best wel heel veel dingen zelf gaan uitzoeken. Omdat ze niet meer in de lijntjes vallen van oké, dan gebeurt dit, dan gebeurt dat. Alles wijkt af. Dus ik ben me toen daar heel erg in gaan verdiepen van oké, en hoe gaan we nu verder? Ik ben toen ook gestopt met werken omdat ik me daar even helemaal op wilde richten. Ook ja, gewoon, nou, ik was ook gewoon best wel enorm aangeslagen door alles. En ja, dit verwacht je niet. En dan kom je ineens in de wereld dat je naar school gaat en dat je al die busjes daar voor de school ziet staan. Want je kind wordt dan opgehaald met het busje. Ja. Vroeger op de middelbare school werd je altijd geplaagd van het busje komt zo, weet je wel. Ja. Nou, nu had ik zelf zo'n kind. Echt een beetje best wel pijnlijk. Ja, voor jou. Het is toch ja, niet dat hij jou teleurstelt, maar het is voor jezelf. Natuurlijk, zo had je het niet voor je gezien natuurlijk. Het is, ze noemen het wel eens levend verlies. En dat vind ik wel een hele mooie. Je moet echt, het is, je rouwt om iets wat je nooit hebt gehad, maar wat je wel verwacht. Oh, ja, ja. En je mag daar ook weer niet te veel. Ja, het is heel dubbel, want het is wel je kind en je gaat andere dingen met hem meemaken. Maar het is gewoon een rouwproces waar je doorheen gaat. En ik had me dus helemaal gestort op van oké, hoe nu verder? En op een gegeven moment had ik dat aardig op een rijtje. Nou, mijn man en ik zijn wat dat betreft echt een geweldig team. We hebben dat echt heel goed in kaart gebracht. Maar ja, toen had ik zoiets van ja, maar ik heb nou ook niet de behoefte om nou iedere dag daar als op die manier daarmee bezig te zijn. Want je werkte in loondienst, hè? Ik werkte toen, ja, ik had toen gewoon ik werkte toen bij KPN, marketing en salesafdeling, gewoon een goede baan op zich, maar ook niet heel vervullend. Okay. Dus ik had dit ook wel een beetje zoiets van, nou, ik vind het wel goed. Ik ga even kijken wat ik verder doe. Maar goed, ik heb natuurlijk toen ik jong was bij de Stadsomroep in Utrecht gewerkt als radiopresentator. Met bekende mensen. Met hele bekende mensen, onder andere Fred Siebelink en Erik Mouthaan. Die is jonger dan ik, dus ik heb hem nooit meegemaakt. Joris Linssen, die zat toen ook in mijn tijd. En een vriend van ons, ik ga weer even fast forward naar nu, die is cameraman en die had voor een klant een filmpje geschoten. En die klant die zocht een voice-over. Ja. En toen kwam dat idee op je pad? Toen dacht ik, oké. Dit wordt hem. Ik stond met dat Zoom-microfoontje in de slaapkamer in te spreken. Met een deken over je heen. Ja. En ik denk, fuck, dit is natuurlijk ook gewoon werk. Ja. Duh. Ja. Maar dat radiohart, dat is niet afgestorven. Of zit dat er nog? Of bijvoorbeeld, ik noem maar wat, RTL 4 wil een nieuwe station voice. Zou je dat doen? Dat is toch te gek? Dat is toch een eer dat je dan de station voice van RTL bent? Tuurlijk. Tuurlijk zou ik dat willen. En een radiozender, bijvoorbeeld de nieuwe stem van Radio 10 of zo? Nou, ik ben in de race geweest voor de nieuwe stem van Radio 1. Oh, ja, dat zie ik wel, ja. Ben je niet geworden? Ik zie teleurstelling en ik snap dat. Dat valt wel mee, hoor. Want weet je, daar staat dus die voorwaarde aan. Oh, dan mocht je de rest allemaal niet meer doen. Ja, maar dat is Radio 1, de nieuwszender. Ja, dan is wel een heel groot offer, ja. Dus daar zit in die zin geen teleur. Ik heb wel gewoon, ik zei, nee hoor, ik dacht van, dan ga ik gewoon filmen coachen. Vind ik ook prima. Maar hey, ik zou zeggen, ja, ik ben zo'n slet. Ik zou dat uitventen. Ik zou dat ook gewoon op mijn website zetten. Zo zeggen, was in de race voor stem van Radio 1. Ja. Of is dat, dat anti-reclame? Dit is al een beetje. Nee, ja, maar dat zegt iets over jou. Ik had de universiteit kunnen doen. Nee. Waren het niet dat ik de MAVO heb gedaan? Barbara, het zegt wel iets over jouw stem. Dat ze dus jouw stem blijkbaar zo betrouwbaar overvinden komen. Ja, dat ze hem voor de nationale nieuwszender zouden willen hebben. Ja. Nou, ik vind dat een enorm compliment. Ja, ik ook. Ja, dat vond ik ook. Ik was enorm gegeid. Mag je trots op zijn? Ja. Accenten, moeten we het ook nog even over hebben. Oh, ja. Ik kom uit Limburg. Ja, uit Steen, hè? Uit Steen kom ik, joh. Ja. En ik ken gewoon Plaatkallen. Dat doe ik ook als ik daar naartoe rie. En dan rie ik de grens over met Limburg. En dan vult het alsof er gewoon alsof ik in een jas doe doen. Ja. Dus er zijn wel eens mensen die tegen mij gezegd hebben waarom het bij jou niet in de liefde lukt. Omdat jij toch met iemand samen bent dan, waarbij je toch gewoon een gedeelte van je eigen roots moet ontkennen. Want je praat niet in je moerstaal. Mm. Je praat toch in je zakelijke, in je verdientaal bijna. Ja, dat is heel interessant. Dialecten zijn mega interessant. Als ik mijn rooms heb op vrijdag van 10 tot 11 op Clubhouse, dan zit ik weer voetje te vrij. Nee, dat was ik dit keer. Oh, oké, nou, maar niet gezellig. Ja, hè? Oh, het is gewoon gezellig. Ik heb dus regelmatig mensen uit de provincie, uit Limburg of uit Zeeland. En die laat ik dan ook in hun moerstaal wat dingen zeggen. En heel vaak moet ik ze daartoe aanmoedigen.
Want vooral Limburgers hebben een enorme schaamte over hun dialect. Ja. Voelen zich heel erg... nou ja, dat kan je denk minder ik wel... waardig. Ja, toch? Ja, absoluut. Ja. Ik schaam me er inmiddels niet meer voor. Maar toen ik pas bij de Tros werkte, zei ik maar dat ik uit Valkenswaard kwam. Want ik durfde niet te zeggen dat ik uit Limburg kwam. Ja, ja. Ja, dat zit heel diep, hè? Oh. En als ik ze dan de oefening geef van... Oké, jij staat op het TEDx-podium. Jij bent een van de weinigen in Nederland nog die dat dialect spreekt. Dus iedereen in de zaal, 2000 man, zit op jou te wachten. En dan zeggen ze echt van... Ik zeg, nou, stel jezelf eens voor. Vertel eens kort wat je doet. En dan voel je die... Ik noem het een hesitation van... Ja. Mag ik? Mag ik? En dan zeg ik, nee, ik wil het echt horen. Ik wil je ook niet kunnen verstaan. Ik verbied het je dat ik je versta. Oh, ja, ja, ja. Nou, en soms gaan ze dan. En dan komen ze helemaal in die jas. Wat jij eigenlijk zei, in dat gevoel van vroeger. Je ziet het gezicht veranderen. Ja, alles. Maar ontspant. De klank ook. Ja? Helemaal. Ja? Dus dan zijn ze helemaal, zitten ze daarin. En dan vraag ik ze, oké, nu wil ik dat je jezelf weer voorstelt, maar nu gewoon in het Nederlands. En dan is die klank helemaal veranderd. Ja. Die is gewoon 10 verdiepingen gezakt, klinken veel dichter bij wie ze zijn. Ja. Dat iemand anders op de hot seat zegt, is dit nou dezelfde persoon? Hetzelfde mens, ja, serieus. Wat mij geholpen heeft, in mijn tijd bij 3FM mocht ik veel nachtradio doen. En toen had ik een jongen na me zitten, die kwam uit Friesland. En een jongen voor me zitten, die kwam uit Suriname. En toen hebben we gewoon gezegd, wij gaan 1 keer in de maand, doen wij multiculti nacht. Oh, leuk, ja. Jij praat in het Surinaams, ik doe het in het Limburgs, jij in het Fries. En dat heeft me over die schaamte heen geholpen. Want ik ga in het begin ook, hoor. Ja. En Stenders en Corné deden altijd plootje met mijn maatje. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Die deden dan in Tilburg, gingen ze een beetje met elkaar zitten oude Nederlandse radio. Ja. Maar het is nogal wat, hè? Want een accent, ja, het is niet echt heel erg sexy, toch? Als je met iemand afspreekt en je denkt, potverdomme, en dan hoor je iemand en dan denk je, ja, want een beetje dat zingerige, hè? Want je hebt natuurlijk ook in Zuid-Limburg, je hebt helemaal in het zuiden van Limburg, gaan ze Nederlands praten, maar dan praten ze gewoon Nederlands met een Limburgs accent. Dan denk je, ja, praat dan gewoon dialect. Ja. Dat zingerige. Oh. Ja. En ik kom er vandaan en ik kan me er zelfs al... Een soort van, of is dat gewoon omdat ik me er misschien toch nog een stukje voor schaam? Ja, kan, dat hè? Laatste. Ja, het zit in mij, hè? Ja, ja, zeker. En mensen die er niet vandaan komen, die vinden het heel erg leuk als ze zo praten. Ja. Hè? Die vinden dat heel erg leuk. Gewoon schattig. Ja, schattig. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook heel denigerend. Maar dat is meer de associatie die het heeft. Maar wat je eigenlijk doet als je het helemaal wegstopt, is dat je een deel van je klankkleur ook weghaalt. Klankkleur? Ja. Ja. Je pakt een stuk... Ja. En de rest blijft... Ja, je stopt het zo weg dat je er niet meer bij kan. En het geeft vaak een bas in de stem, een diepte, een geaardheid die dan verdwijnt. Dus dan ga je heel erg op deze manier, even overdreven, dat is wat het doet. Dus als je je wortels zeg maar ontkent, bijvoorbeeld ook je woede ontkent, of ja, de negatieve dingen, die ontkennen vrouwen natuurlijk heel vaak. Vandaar dat ze altijd zo hoog zitten, omdat ze het niet durven... Want stel je voor dat ze naar beneden gaan in hun klank... dan voelen ze ineens die enorme gevoel. Ik noem ook een aantal namen in deze podcast. Niet om mensen af te zeiken, maar als voorbeeld... dat ze er openlijk ook wat aan hebben. Hè. Nu is er een zekere man, Ewald van Liemt. Die is van de nieuwsdienst, die op heel veel landen, in heel veel landen te horen is. En ik heb het wel eens een keer met hem erover gehad. Hij vindt dat een nieuwslezer de hele tijd monotoon moet praten... en dat je dus niet aan zijn stem mag horen wat hij er eigenlijk van vindt. Maar als ik Ewald hoor, denk ik, ja, jongen, bedoel, je kan toch een beetje dynamiek aan je stem? Het mag toch ook gewoon een beetje golven of zo? Hoe kijk jij tegen nieuwslezers aan? Dan laten we het in het algemeen houden. Mag jij aan een nieuwslezer zijn stem horen dat het hem raakt? Of dat het hem iets doet wat hij aan het vertellen is? Over de oorlog in Oekraïne of wat dan ook? Ik vind hetzelfde verhaal als met DJ's. Je staat ten dienste van de... vormgeving als DJ. Ja. En in het nieuws ben jij de doorgeefluik van nieuws. Dus ik vind niet dat je moet horen dat wat de nieuwslezer ervan vindt. Dan kom je op een glijdende schaal. Wat wel kan, is dat je heel goed weet wat je leest en van daaruit een intonatie toevoegt. Ja. En een intonatie als het om oorlog gaat, kan net even... Serieuzer of zo? Ja, of, het is urgenter. Ja, of dat je de woorden wat meer uitrekt. Dat je als je woorden uitrekt, dus zeg maar als je het over oorlog hebt, kan je het hebben over oorlog, maar ook over oorlog, dan,
dan leg je er gevoel onder. Dat is eigenlijk de magie van woorden een beetje uitrekken, waardoor je klank meer een boventoon neemt. Maar dat is heel subtiel, hè? Maar ik vind even, in principe vind ik niets dat je aan een nieuwslezer moet horen dat wat het hem iets vindt. Doet. Nee, dat vind ik echt totaal irrelevant. Oké, maar terug naar het monotone. Ja. Moet een nieuwslezer dan monotoon zijn en de hele tijd als een soort robot alles het maar gewoon brengen? Het monotone komt eruit voort dat je heel erg vanuit je hoofd hetgene voorleest wat er staat. Ja. En de melodie en de dynamiek komt op het moment dat je iets meer gaat begrijpen wat je precies leest. Ja. En als nieuwslezer zit je heel erg op zo'n vlak van ja, kan je? Ik snap dat ze monotoon zijn om ze op een veilige plek te blijven. Ja. Als je te veel risicoloos. Ja. En dat vind ik oké, want dat dient het grotere doel. Oké, dus zo kijk ik ernaar. Dan begrijp ik dat beter. Ja, ik ken Ewald ook als discjockey. En ja, dan vond ik hem lekker swingen en zo. Ik heb soms ook het idee dat discjockeys dan maar uit broodnood nieuwslezer gaan spelen. Ja. Ik denk, ja, maar dit ben jij niet. Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? Hoe bedoel je, het hoeft niet? Nou, je hoeft toch ook niet jezelf te zijn als je nieuws leest? Je bent gewoon een doorgeefluik. Ja. Ik ben van de school communiceren, komt van het woord communicado, verbinding maken. En als er iets onze verbinding in de weg staat, dat jij dus zit voor te doen als iets wat je eigenlijk niet bent, dan krijg ik geen verbinding met jou. En dat vind ik naar. Nou ja, ik vind dat met nieuws niet zo heel relevant. Nee, vind je niet erg. Hij moet mij gewoon informeren, klaar. Ja. Het is net als de stem op het station. Hij moet er tussen vandaan. Ja. Oh, hij moet juist verdwijnen. Ja. En het is net als de stem op het station die mij vertelt van de trein naar Den Haag heeft 40 minuten vertraging. Ja, je mag de luisteraar mag zijn eigen invulling geven aan het feit wat fair, is er gebeurd. Ja. Fair enough. Okay. Hier leer ik van. Dankjewel. Je stuurt maar een factuurtje. ik vind het super interessant. Je hebt ook nog de gehandicast gedaan. Staat die nog online? Ja, op Spotify zag ik hem nog staan laatst. Die over? Ja, over je zoon? Ja, over kinderen met verstandelijke beperking. Ik heb daar Aaltje van Zweden geïnterviewd. Dus de vrouw van Jaap van Zweden over hun zoon. Hè, die ook hetzelfde heeft als Siep, maar die is wat ouder. Ik heb een notaris gesproken met de vraag, wat moet je allemaal extra regelen als je een gehandicapt kind hebt als je eenmaal dood bent? Dat is een onderwerp waar niemand... waar niemand het over wil hebben natuurlijk. Wat moet je regelen in je erfenis? Wie wordt de beheerder? Als je nog een ander gezond kind hebt, wie gaat dat dan doen? Ja. Hoe werkt dat? Dus daar heb ik een notaris over geïnterviewd. Ik had ook een Facebookgroep, de gehandicast groep. En ik had alle vragen die daarover waren, heb ik in dat interview meegenomen. Zodat het eigenlijk gewoon een gratis consult. Waarom ben je ermee gestopt dan? Nou, omdat ik daar geen geld mee kon gaan verdienen. Het was, jammer. Nee, het was... Ja, ik snap het wel. Want het is een goed doel en hoe. Maar weet je, het is geen business. Nee, ik snap het. En ik vind het ook niet... het voelt niet quiche, om zo'n onderwerp te gelden te maken. Dat wil ik niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel erg goed. Maar misschien zou ze toch spontaan een sponsor misschien melden naar aanleiding daarvan. Maar het staat nog online op Spotify, hè? Ja, op Spotify staat online. En er was ook nog een moeder die ik heb geïnterviewd. En die heeft een ABA, heet dat. Nou, bla, een interessante manier van therapie, had ze over verteld. Ja. Er zijn nog twee dingen die ik met je wil bespreken. Misschien nog wel drie. En radio en podcast ook belangrijk, even teasen. Zometeen gaan we elkaar nog tips geven, had ik bedacht. Tops en tips. Top. Mij is wel eens verteld door Arlo van Sluis. Een man die heel veel voice-over werk deed en doet. Ken ik, ja. Constant leuren. Constant de telefoon pakken. Bedrijven bellen. Heb je nog wat voor me? Heb je nog wat voor me? Kan ik nog wat inspreken? Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik, dat is niks voor mij. Is dat ook een fabeltje of moet je ook steeds bellen, mailen, je nieuwe demo sturen om maar die dieselmotor aan de gang te houden? Ja, daar zou er van een paar dingen over te zeggen. Ten eerste zijn er weinig voice-overs, tenminste toen ik nog actief dat deed, die bellen, want dat vinden ze eng, zeker vrouwen. Zelf bellen, koud bellen. Ja, ja. Dat vind ik niet eng, dat vind ik leuk. Nou, cool. Want het is namelijk mijn product. Ja. Mijn stem is mijn product. Ja, je verkoopt jezelf. Dus ik zeg, hi! Weet je wel? Nou, en daar had je een leuk praatje, dus dan ben je vaak top of mind. Daardoor heb ik in het begin echt mega veel werk gekregen. Omdat ik gewoon iedereen ging bellen. Ja. Hey, hoi. Hey, ik ben Barbara. Ik vind het leuk. En dat werkt nu ook nog, denk je? Ja, ik heb gewoon een heel groot netwerk. En daar komt nog wel eens wat... daar komt nog gewoon goed werk uit. Ja. Maar bellen... Ja, ach, waarom niet? Maar het moet weer bij je passen natuurlijk. Ja, het moet gewoon bij je passen. Ja. Maar het is geen gevoel dat je moet leuren met je stem.
Ja, leuren met je stem. Je wil ook gewoon je brood verdienen. Ja, weet je, ik vind zichtbaar zijn of hoorbaar zijn, dat wordt vaak, zeker in de mediawereld, een beetje uitgelegd als ja, het is een beetje low profile. Weet je, dus een beetje goedkoop. Of ja. Wat je ook net als eerste van Tommy Teleshopping. En ja, maar ja, ik denk, er moet ook brood op de plank. Ik ben daar heel sec in, hoe zakelijk in, ja. Ik ga nog even een paar namen droppen als voorbeeld. Wouter van der Goes is zo iemand die dat heel goed kan, zichzelf verkopen. En daardoor zit hij nu ook bij Radio 2 iedere dag. Is hij de stem van NPO 1, weet je wel? Ah ja, precies. En hij creëert eigenlijk voor zichzelf de hele tijd kansen overal. Ja, heel goed. En daar kan ik dan wel op afgeven, maar dat ik zie dat ook wel, dat ik dat niet doe. Dat ik daar eigenlijk te lui voor ben. En dan ben ik daar ook niet jaloers op dat hij dat doet. Ik vind ook dat hij dat goed kan. Ja. Ik vind de stem van NPO 3 daarentegen, Paul Rabbering, heb ik ook wel eens in de column geschreven. Hij heeft, er zit ergens iets in een, als hij de 3 of zo uitspreekt. Het is geen lispelen, maar wat had ik nou opgeschreven? Hij slift. NPO 3 of zo. En dan denk ik, ja, dat is toch iets aan te doen. Het is de landelijke tv, je werkt bij de landelijke radio. Laat je daarmee helpen. Ja. Ja, ik probeer niet een uitspraak uit te lokken, maar ik snap gewoon niet dat iedereen vaak denkt, nou, ik heb het bereikt. Dit is wat het is. Ik zou zeggen, ik wil iedere week een stukje beter worden in wat ik doe. Ja, maar daarin is iedereen dus echt heel anders. Dat heeft dus niet iedereen. Dat is toch gek? Je werkt voor de landelijke omroep. Ja, maar als je er al werkt, als je er al zit, wat zou je dan ben je er toch? Dat is toch leuker voor de kijker ook? Als jij niet die ene uitspraak hebt waar mensen zich gaan kunnen irriteren, of waarvan je denkt, dat is gewoon lelijk. NPO 3 of zo. Dan hoor ik dat en dan kan ik het ook niet meer onhoren. Ja, maar je moet ook niet vergeten, ik hoor ook alles. Oh ja, omdat we er zo mee bezig zijn. Het is ook gewoon de beroepsdeformatie. Ja, dat is het. Ik weet het. Paul, ik bedoel het niet vervelend. Ik heb soms, ik zou het liefst, ik ben ook een soort wereldverbeteraar. Iedereen wil redden. Want dan denk ik, dan word je dadelijk volgende week gebeld. En dan halen ze je eraf, omdat een of andere omroepbaas dat gehoord heeft en zich daaraan irriteert. Nou, als hij die pijn gaat voelen, is het vroeg genoeg voor hem om daar hulp bij te halen. Ja, maar dan is het misschien te laat. Ah joh. Nee, toch op? Nee, joh. Nee, nooit te laat. Maak je niet druk. Doe rustig. Dit vond ik zo mooi. Hè? Jij zei ergens, de stem is het orkest van je hart. Yes. En toen dacht ik, wauw, die wil ik op een tegeltje. Oh, echt? Ja. Kun je me dat nog iets meer... Zal ik het mailen naar je? Ja. Kun je hem uitprinten? Graag. Hang ik hem hier ergens op. Nee, want ik vind dat namelijk ook. Bijvoorbeeld met mijn vriendin kon ik vaak met voice messages al horen. Ik denk, oh, oké. Okay. Het is zo laat. Het is zo laat. Het is die tijd van de maand. Of ze is geïrriteerd. Ik bedoel, je hoort toch in de stem? Wat hoor je niet allemaal in de stem? Irritatie. Ja, jij hoort alles in de stem. Ik ook. Ja, maar voelen andere mensen dat niet? Nee. Nee, niet op die manier. Nee, echt niet. Dat weet ik zeker. Ja. Dat vind ik gek. Ja, het is zo. Oké, maar dat wij dat voelen... Ja, vreselijk. Oh, is niet altijd. Nee, maar dat is niet altijd even prettig. Ja. Hey. Want vaak willen mensen dat ding alleen maar verborgen houden. Ja. Toch? Ja. En dan horen wij dat een beetje terug bij iemand. Heb jij daar geen last van in het dagelijks leven? Dat jij zo aan een stem kan horen wat iemand eigenlijk onderhuids wel bedoelt? Ik doe er wel mijn voordeel mee. Ik zeg niet van ik hoor wat je echt bedoelt. Dat doe ik niet. Ik weet van, oh oké, okay. I know. En dan doe je er voor de rest niks mee? Nou, als iemand over mijn grenzen gaat op een bepaalde manier, dan weet ik wel van, dat had ik al verwacht, weet je wel, dat zou gaan gebeuren. Dus dan heb ik al, ja, ik kan vrij goed mijn eigen grenzen bewaken. Maar weet je, zolang iemand gewoon in het, ik zeg altijd van, oké, hier eindig ik, zeg maar, en daar begint die ander. En daartussenin zit een soort playfield en daar doe je je ding. Net als dit tafeltje hier. Ja, het tennistafeltje. Nou, natuurlijk mag je elkaar een beetje bashen en een beetje lullig doen en zo. En dat vind ik helemaal prima, ga ik in mee. Maar ik verhoor vaak al wel waar het naartoe zou kunnen gaan. En als dat dan zo is, dan weet ik wel van, nou, dat vind ik niet zo leuk dat je dat doet. Okay. Want ik heb ook een vrouw gesproken die heel erg met lichaamstaal werkt. Die geeft daar ook enorme cursussen in. Denise Deschamps. Die kan dus al aan je houding zien. Hè? Of aan hoe je kijkt. Of hoe je hoofd houdt. Zij leerde me bijvoorbeeld dat ik vaak zo zat. Hè? En ze zegt dat is self-soothing. Dat is jezelf geruststellen. Jezelf als het ware als een soort baby? Aaien. Als een baby, een soort aaien. En sinds ik dat weet. En ook ze zei, ja, hoe jij nu zit, dat is een soort... een macho cowboy look, weet ik veel. Als je met je benen wijd zit als man, demonstreer je daar ook iets mee. Maar er zijn 101 van dat. Ik weet wat je daarmee demonstreert. Ja, dan wil je. Ja. Maar goed, jij hebt dat dus met stem. Ik vind dat toch. Dat is vrij subtiel hoor, met stem.
Dat is, kijk, lichaamshouding, ja, dat is meer in your face. Dat kan je ook echt zien. Ja. Maar dan nog, daarin kan je heel erg getraind worden. He, je kan getraind, media getraind worden, dat je altijd je handen hier houdt. Ja, ja, of ja. Altijd is of zo. Maar met klank kan dat bijna niet. Dat is het leuke. Nee. Mensen kunnen niet. Kijk, jij hebt een getrainde stem, ik ook. En, maar de meeste mensen die geven een back and down, die zeggen maar wat. Of die degraaien. Die geven een back and down? Ja, en die roepen is wat. Ja. Ja, en maar je klank trainen is, ja, dat kan bijna niemand. Ik merk dat we een beetje moeten pauze gaan houden. Het is pittig, hè? Ik doe nog even twee dingetjes met je als je het goed vindt. Ja? Gaat je of voel ik het nou voor je in en is het helemaal niet zo? Wat is zo pittig dan? Nou, ik had het idee dat de energie een beetje uit het gesprek liep, maar ja? Is dat niet het geval? Nee. Oké. Okay. Je favoriete stem, is dat Michael Pilarczyk? Nou, Daan Schuurmans. Ja, waarom? Oh, die vind ik zo goed. Ja? Oh, die vind ik. Nou, die zou ik echt wel heel graag voor de stempodcast willen. Daan, als je luistert. Schuurmans. Hier jij. Ik wil Joris Linsen heel graag. Ja, ik noem niet te komen mannen op. Ik wil Joris Linsen heel graag ook in de stempodcast. En ook omdat hij. Nou ja, je kent het verhaal van de zeven vinkjes. Hij was in Engeland en hij viel daar door de mand. Hij hoorde er niet bij en hij had daar ook door. Merkte hij dat ook aan zijn stem? Dat hij steeds meer in zijn mond ging praten en zo. Weet je wel, dat hij zich echt terugtrok. Nou, dat vind ik gewoon heel, heel interessant om met hem daarover te hebben. Maar wie vind ik nog meer? Ik vind André van Duin ook zo'n mooie stem. Allemaal mannen, erg hè? Zijn dat mensen die allemaal zingen? Nee hoor. Want het is niet die Joris Linsen van. Joris Linsen, hoor mij. Joris Luijendijk. Oh, ik wou zeggen, Linsen is toch van dat beentje ook. En ja, nee. Ik bedoel Joris Luijendijk van de zeven vinkjes. Ja, zeven vinkjes. Ik zat ook al even. Ja. En qua vrouw? Behalve jezelf. Ik vind, als het puur gaat om de stem, nou ben ik haar naam even vergeten. Charles Groenhuizen, die doet samen met Carrie. Niet Carrie Tefse. Nee, die vind ik qua stem minder. Nou, de sidekick. Ja, nou het is geen sidekick, ze zijn co-host. Even gelijk, denk ja, ik. Ja, ja. Die. Ja. En wat mij heel erg opvalt in qua stem. Carrie. Ze is de dochter van die sportverslaggever. Barbara Barend. Frits Barend. Nee. Oh, dan ben ik het kwijt. Hoe heette die vrouw nou weer? Wilma? Carrie. Zie je nou wel dat gesprek uit het. De energie loopt uit het gesprek. Ja, we gaan afronden. We gaan gauw naar. Of wil je nog een naam noemen? Nou, wat ik eigenlijk zeggen wou is dat Amerikaanse vrouwen meer. Die kent dus wel de Michelle Obama's, Oprah Winfrey's. Die hebben veel meer die autoriteit in hun stem dan menig Nederlandse vrouw in topposities. Dat valt mij op. Ja, en die help jij dus ook, die Nederlandse vrouwen in topposities? Ja, meer, dat is mijn klant. Om ja, meer het podium te pakken. Maar ook in een vergadering duidelijk te maken. Ja, zeker. En wat er regelmatig in vergaderingen gebeurt, is dat bijvoorbeeld een vrouw een goed idee heeft, maar die iets te zacht praat en dat de buurman dat oppakt. Zegt, hey, ik heb een goed idee. Oh, maar dat gebeurt. En ja, dat is gewoon. Of een goede grap. Hè? Goeie grap. Nou, dat gebeurde mij vaker. Dan maakte ik zo een beetje zo subtiel een grap. En hoorde niemand. Iemand anders maakte die grap. En dan dacht je moest iedereen lachen dat ze daar die grap verzonnen. Ja. Dat zit nog steeds. Ja, dat zit diep bij jou. Ja, ik merk het aan je. Nee, maar ik snap je dus. Ja. Maar je hebt ook een mooie anekdote verteld in een andere podcast. Volgens mij bij Glenn van Goossen. Dat Amerikanen eigenlijk ook zo opgevoed worden. Ja, discussies. Straatinterviews, zei jij, met mensen in Amerika. Die staan gewoon. Ja. Maar je zei in Nederland, weet je wel zo. Nee, in Amerika zijn ze vanaf lagere school al gewend om te discussiëren. Wat dacht je van al die de verkiezingsdebatten die men moet voeren? Ja. Hoe heet dat? Heeft een bepaalde naam. De primaries en dat soort dingen? Ja, dat heeft een de caucus of zo. Oh, heet ja, dat. Ja, ja. Caucus. Ja, dat is geweldig. Dat je gewoon leert om uit je woorden te komen en je punt te maken. Ja. En snel te spreken, zodat ze niet allemaal afhaken. Ja. Weet je wel, dat is super belangrijk. Ja. Oké, dus meer debatteren in huis. Ja, dat is de tip. Oké, tips en tops hadden we nog. Valt mij één dingetje aan jou op. Nu ook weer. En net toen ik die podcast met je hoorde. Soms lach jij dingen weg. Oh, echt? Valt mij op. Vooral als het op emotionele stukken komt. Ja. Dan zet je of een stemmetje op of je lacht dingen weg. Is dat een verdedigingsmechanisme of is dat. Ja, dat denk ik wel.
Dat denk ik wel. Dat komt het dan meestal er dichtbij of zo? Nou, het is meer dat ik dingen ook niet te zwaar wil maken, omdat ik dat vind ik prettig. Ik vind het in een gesprek of in een podcast vind ik het fijn dat het. Tuurlijk mag het wel even over wat dingen gaan, maar het hoeft niet allemaal heel zwaar te worden. Dat vind ik niet fijn. En waarom vind je dat niet fijn? Omdat het heel erg de energie uit het gesprek kan halen. Omdat je dan heel erg moeilijk, zwaar. En ja, weet je, het zit hem ook vaak gewoon in de klank dat je merkt van dit raakt haar wel. Dat hoeft er niet zo bovenop te liggen. Mm-hmm. Dat bedoel ik meer. Oké. Maar je kapt het dan af als het ware of zo. Dat we daar niet in gaan zakken. Ja, eigenlijk wel. Ja, vind ik fijn. Oké, nou dan weet ik waarom. En wat heb je voor een tip voor mij? We zijn nu een uur en 20 minuten met elkaar in gesprek. Qua tempo. Serieus? Ja, dat gaat snel, hè? Ja. Qua tempo of qua intonatie, kijk ik je genoeg aan? Weet je wat? Ik heb natuurlijk ook over jouw stem na zitten denken. Wat mij heel erg opvalt is het. Nou, dat heb je natuurlijk zelf ook vaker al gehoord. De discrepantie tussen datgene wat je schrijft en datgene wat je zegt. Je komt zeg maar over als een hele. Je komt over als. Misschien ben je ook wel een hele sympathieke man. Nee, je bent gewoon een aardige vent, een sympathieke man. Zo klink je, zo is je stem ook. Het is gewoon fijn. Het is een soort lekkere deken waar je in kan zakken. Maar als je dan leest wat je soms voor gif in je pen hebt en persoonlijk mensen. Je hebt heel erg de neiging om mensen heel echt persoonlijk behoorlijk aan te vallen. Ja. En jij zegt, ja, dat is uit wereldverbetering. Ik wil mensen op dingen wijzen. En dan denk ik van, ja, hoezo? Wie ben jij om dat te doen? En wat ik ook merk is dat die... Want daar zit toch ook een stukje bijna een bewijsdrang. Een soort agressie bijna soms onder. Van dwingendheid. Ja. Ja. En dat hoor ik dus niet terug in de klank van je stem. Ja. En dat vind ik gek. Dat snap ik. Dan moet je mij nou eens uitleggen hoe dat kan. Ja, dat is... Dat goeie, hè? Nee, dat vind ik. Ik ben heel blij dat je dit zegt, want dan kan ik het tenminste ook eens een keer uitleggen. Aantal redenen. Ik doe het bijna als een soort van therapie, die columns. Hè? Want ik heb me natuurlijk. Jezelf? Ja. Oh, ik heb jaren. Niet voor die ander. Ja, ook. Maar daar komen we zo op. Ik heb jarenlang bij de radio. Werd ik een beetje weggelachen. Als ik weer met een boekje uit Amerika kwam. Of cursusmateriaal van die. Of ik was met jou aangekomen. En ik had gezegd: ik heb nu een vrouw ontdekt. Fantastisch. Die kan ons helpen met onze stem. En dan zeiden mensen. Ja, met je dingen uit Amerika. Engeland. Het is hier in Amerika. Die frustratie, die lees je wel een beetje terug. Ja, ja, ja. Daarnaast heb ik uit diezelfde boeken en tapes ook geleerd dat één manier om aandacht te creëren voor wat je doet, is een soort guerrilla warfare. Een Amerikaans station, Z100 in New York, die gingen van worst to first, die gingen van laatste naar eerst. Die gingen op de radio gewoon de programmaleider van een ander radiostation afzeiken. Die gingen gewoon een beestje bij de naam noemen. Die en die dishoekie is gezakt in de luistercijfers. Gingen ze een inzamelactie voor diegene op touw zetten. Dus het is ook nog een soort tactiek die ik hanteer. Waardoor er over die columns geluld wordt. Ik snap hem. Maar ik ben met je eens, tekst op papier. Als we dit hele gesprek zouden gaan uitschrijven, dan zou het ook lullig zijn voor Paul Rabberink. En dan zou het lullig zijn voor Ruud de Wild. En dan zouden ze misschien ook denken, goh, die stelt wel hele directe vragen aan die vrouw. Het is inderdaad de toon die de muziek maakt. Ik snap dat het voor mensen niet te bij elkaar te krijgen is. Maar een derde ding wat er nog aan vastzit is dat het ook dit is. Blijf bij me uit de buurt. Ja. Ik weet zeker dat namelijk als ik die columns allemaal niet had geschreven, was ik al lang weer bij de radio aan de slag geweest. Maar na die laatste burn-out ben ik daar zo ziek van geworden. En met managers samenwerken als Erik de Zwart, waar het gewoon helemaal ontplofte met advocaten en weet ik wat allemaal. Dat heeft me zo bang gemaakt van binnen. Dat ik echt, het is voor mij echt dit. Weg, uit de buurt. Dus zodra er zich ook weer een kans opdeed om bij Veronica aan de slag te gaan voor Rob Stenders, schreef ik gauw een column, was de kans weer verkeken. Dus het is ook een soort van een hele rare vorm van zelfbescherming. Ja, ja, ja. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja. Apart, joh. Ja, mens zit gek in elkaar. Zeker een radiodisjockey. Wat had jij er dan? Hoe leg jij het uit dan voor jou? Denk je, het is gewoon een soort sadomasochist die een heel vervelend trekje heeft of zo? Ja, jij zegt van ja, anders was ik al lang weer teruggekomen. Nou, dat weet ik niet, want ik weet helemaal niet of jij nog wel terug was gekomen, los van alles. Nou, ik had in ieder geval wel vriendjes en netwerk genoeg, dat ik wel weer ergens aan de bak was gekomen. Ja. Ja, het is eigenlijk er is iets geknapt in jou, er is een soort angst
verdriet bakker, ook. Ja, hoe je het ook noemen wil. En daar wil je, wat er ook gebeurt, daar wil je niet meer naar terug. En dus ga je kaart om je heen slaan. Ja, ja, dat ja. Nou, nu begin ik weer te lachen. Ja, nee, maar dat is, nee, dat was niet erg. Dat past ook bij jou. Ik weet nu waarom. Ja. Nee, maar het is zo. Als jij bijvoorbeeld, ja, ik vergelijk met een vriendenkring waar je nooit, of een ex of zo, weet je, vergelijk je met een ex waar je nooit meer wat van wil horen. Als die contact zoekt, zeg je rot op. Ja, 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 ja. Terwijl ik het toch nog bij wil horen. Want anders schrijf je die columns ook niet. Dus het is iets heel, het is een hele gekke spagaat. Ik ben het met je eens. Ja, maar je richt er wel heel veel damage. Hoe noem je dat? Dat geloof ik niet. Collateral damage mee. Ja, aan. Misschien voor mezelf. Maar kom op, hé. Ik ben ook wel van dat ik denk dat wereldje mag wel eens opgeschud worden. Hè? Nee, maar ja, dat weet ik dus niet. Of jij, of dat mag je wel doen. Ja. Maar je moet niet vergeten dat je daarmee het tegengestelde effect gaat bereiken. Bij die mensen. Ja, dat tuurlijk. Ze nog meer in hun schulp kruipen. Ja, dat ze nog minder met jou te maken willen hebben. Nou, dat valt wel mee. Kijk, wat ik ook nog eens ben, sorry dat ik je onderbreek, Barbara, maar ik ben een spreekbuis voor de mensen die niet mogen spreken. Hè? Ja, ja, ja. Ik krijg ik snap het wel, zoveel appjes van mensen die zeggen, zelfs mensen bij 538 die me appen, wat goed dat je die laatste column hebt geschreven. Ja. Ik mag het niet zeggen, maar jij doet het tenminste. Ja. Mensen van Radio 10 die me appen van, wat fijn dat je dat nou eindelijk eens een keer... Dus het heeft ook nog een functie, toch? Ja, ja. Ja, weet je, en zolang het niet ten koste gaat van jou... Kijk, jij komt natuurlijk van binnenuit, dus jij weet hoe de hazen lopen. En zo, ik kom uit het stemmenwereldje. Ja. Ik weet ook precies hoe al die hazen lopen. Ik heb er geen enkel belang bij om daar een boekje over open te doen. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Ik snap in jouw geval, jij hebt de functie van jou is... Je bent columnist bij Spreekbuis. Jij geeft woorden aan mensen die... Nou, functioneel gezien snap ik wat je doet. Maar, wat zou je anders doen? Wat vind je wat er wel uit mag? Want daar heb ik ook wat aan. Moet ik dan minder man en paard noemen of zo? Nee, dat past wel bij jou. Alleen ik denk dat jij in klank nog veel interessanter wordt als je dat stukje agressie. Hoe doe je dat? Ja, dat venijn. Ja. Dat moet eruit. Nee, dat moet er juist in. Oh. Ik vind jou. Ik kan jou niet. Als ik puur kijk naar hoe jij spreekt in de podcast, komt dat niet overeen met wat ik nog meer van jou zie. En daar zit een soort... Discrepantie. Ja, daar zit een mooi woord, discrepantie. Gaaf, hè? Hoe krijg ik dat meer bij elkaar? Nou, ik denk ten eerste dat je Limburgse roots daarin veel meer kan. Maar dat is wel interessant. Ja. Die zachte G volgens de harde G? Niet zozeer dat je meer Limburgs gaat praten, maar dat jasje wat daar omheen zit, om die schaamte ook een beetje. Er is gewoon een stuk wat jij wegdrukt bij jezelf. Ja. En dat kan soms ontploffen en ontaarden in bijvoorbeeld een burn-out. Ja. Dat kan uit de hand lopen. En er zit soms een te groot verschil tussen wat je laat horen in klank en wat je schrijft qua papier. Dan denk ik van ja, kijk maar uit, want straks... gebeurt er iets onverwachts en dan baf, stort je weer in. Omdat, ja, er zit, ja, noem je dat? Het is niet helemaal in sync. Ik zal het nu word ik heel eerlijk, maar daar kan ik wel met jou. Ik vertrouw je. Ja, niemand luistert mee, tenslotte. Nou, we zijn anderhalf uur verder bijna. Maar tot slot, kijk, wat met die columns ook nog is. Heb jij ooit gehoord van contrafobisch gedrag? Nee. Dat heeft een psycholoog. Ik heb hier natuurlijk 400 mensen geïnterviewd in dit huis. Het is een soort treinstation waar allemaal mensen doorheen lopen. Vond je me wel leuk vergeleken met de rest? Ik vind jou een van de toppers. Zeker omdat je heel origineel geluid hebt en je bent een lekker wijf. Dus dan hebben we dat. Mag je dat nog zeggen, Anno? Ja. Ik ben 50. Go, go, go. Nee, ja, maar... Hi. Ja. Contrafobisch gedrag is het volgende. Je bent eigenlijk ergens heel erg bang voor... Je springt er overheen en je doet alsof het je allemaal geen reet interesseert. Ja, zoals die DJ's die een beetje zo praten, het interesseert me niks. Precies, en dat doe ik ook met die columns. Ja. Ik bedoel, als jij een auto-ongeluk gehad hebt, moet je eigenlijk daarna zo snel mogelijk weer in de auto stappen. Maar je hebt mensen die dan daarna gaan bewijzen, kijk eens, ik durf 200 te rijden op de snelweg. Ja. Maar eigenlijk zitten ze helemaal bibberen. Ja. Als ik in de buurt van een radiostudio kwam, 2-3 jaar geleden, kreeg ik gewoon een paniekaanval. Oh, zie je, ja. Dacht ik al. Ja. Dus natuurlijk, ik durf nog wel radio te maken, maar dat neem ik hier op. Ja. Niet live. Nee, ik doe mijn korte aankondigingen tussendoor. Ik knip en plak het gewoon als een soort perfectionist aan elkaar. Maar live radio, ik weet niet of ik het nog zou kunnen. Ja, maar de columns zijn ook heel veilig, want dan krijg je ook geen directe feedback. Precies, maar ja, dat gebeurt de laatste tijd natuurlijk wel. Want iedereen weet me wel te vinden. En ik heb zo'n action kabouter hier in de voortuin staan. Ik dacht laatst nog, na die laatste column,
haal die action kabouter toch maar eens naar binnen. Want voor hetzelfde geld kom je een keer terug na een weekendje. En ligt die action kabouter met een 538 sticker erop. Door je raam. Door je raam. Ja. Nu is Radioland wel een wereldje waarin... Ja, wij zijn toch allemaal een beetje nerds, weet je wel. En ik ben ook de eerste, toen Giel Belen me bijvoorbeeld een keer belde... van, hé, hey, maar jij vergelijkt me nu met R. Kelly. Zo. In je, serieus? Ja. Heb je dat gedaan? Ja, maar dat zat een context aan. Ja, dat kan echt. Nee, ja, maar ik vind, mijn hoofd legt gekke verbanden. Dus het ging over Giel Belen, die zijn vriendin, die 17 was, herkende in de, of ontmoette in de vliegtuig. Ja, ik hoef me niet uit te leggen, maar wat is je punt? Ja, mijn punt is dat als Giel mij belt en zegt, hey, dat vind ik wel eigenlijk te ver. En dan zeg ik tegen me, ik zeg, ja, maar jij kan toch wel tegen een geintje. Ja, maar dit, ik hou ook van een relletje, maar dit gaat me te ver. Dan pas ik het aan. Ja. Ik heb vaker columns aangepast als iemand me benadert en zegt van sorry, ik vind dit is niet oké, okay, jij gaat hierin te ver, dan pas ik het aan. Mm. Dus het is een soort roep om aandacht, maar het is ook toch wel een roep om te laten zien, jongens, laten we dit vak nou eens een keer een stuk serieuzer nemen. En als ik zie dat die column over Frank Dane 40.000 keer gelezen is, dan hoop ik maar, er zitten ook jonge jongens bij de lokale omroep bij, die ik dan weer, want dan zet ik dan slim, bijvoorbeeld het gesprek met jou zet ik onder die column. Ja. Ja. En dan klikken ze eens een keer dat gesprek en denken ze, verdomme, ik kan ook wat aan mijn stem doen. Ja, ja, ja. Dus ik probeer ook wel zaadjes te planten. Ja, ja. Ja, soms op een lelijke manier, dat ben ik met je eens. Ja. Ja, en daar schrikken mensen van in de media. Ja, nee, maar kijk, zoals Son van Inkel, die bij jou natuurlijk dan, die is dat ook niet. Kijk, heel veel mensen in de media zijn alleen maar complimentjes gewend. Ja. En dan komt er zo'n Patrick Kikker voorbij, die lul, die gewoon een keer de andere kant belicht. En dan denk ik, ja... Het is ook om de zaak een beetje in balans te krijgen. Want er wordt maar wat afgeslijmd. Ja, en heel maar wat ik wel vind, Pet. Pet. Ja, zeg maar Pet. Barb. Hey Pet. Hey Pet, weet je wat ik vind? Ja. Kijk, jij bent heel erg scherpslijper naar anderen toe. Maar als ik als je naar jezelf kijkt, hanteer je toch makkelijker regels dan wat je naar buiten doet. Jij vindt dat ik kritischer op mezelf moet zijn? Ja, tuurlijk. Maar ben ik dat niet al dan? Is dit niet een teken dat ik ben zo kritisch op mezelf, dat ik het niet meer durf om radio te maken? Live, hè, want er zit een soort perfectionisme achter die zijn weerga niet kent. Ik heb niet voor niks alles opgeslurpt aan kennis over radio. Het is natuurlijk ook onzekerheid. Kijk, wat ik over jou zeg, gaat natuurlijk eigenlijk over mij. Mm. Als je die columns overal waar jij staat, als ik daar van zou maken, dan lees je de echte waarheid natuurlijk. Ja, nee, maar als je gewoon los van je werk, maar naar jouzelf als persoon, weet je wel? Dat je van die gekke tics hebt, dat je heel veel koopt of dat je heel veel eet. Denk ik van, ja jongen, werk aan de winkel. Het is ook een vlucht daarvan. Oh zo? Ja. Met je persoonlijke... Ja, tuurlijk. Die columns is daar een vlucht van. Ja. Anderen de maat nemen, zodat je niet met jezelf aan de slag hoeft te gaan. Ja. Nou, die link heb ik eigenlijk nog nooit zo belegd. Nou, bij deze. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Want dan krijg je rellen. Ja, ja. En je veroorzaakt heel veel reuring. Reuring, ja. Waardoor je niet met je eigen shit aan de gang hoeft. Exact. Ja. Het is een vlucht en het is ook een effect. Je houdt heel erg van effect bereiken. Ja, je zegt dingen voor het effect. Maar daarvoor werken we in de media, toch? Ja, nee. Maar even los van... het is een soort, ik noem het wel eens een soort belletje lellen, weet je wel? Naar een ding-dong. En dan snel weg. Snel weg als iemand die deur open doet. En dat heb jij ook. Je hebt een beetje dat... Maar waarom worden die columns dan toch zoveel gelezen en door zoveel mensen uit de media geretweet? Die columns zijn superleuk voor mensen die helemaal niet uit dat wereldje komen. Maar ik dus in het wereldje zelf ook, hoor. Ja, maar wat ik zeg is het is voor jou ook een manier om niet jezelf altijd even kritisch onder ogen te zien. En dat is volgens mij ook wat ik terughoor in je stem. Dat je weet natuurlijk heel mooi alles te brengen. Je bent goed met woorden. Nou, dat is altijd het ingrediënt van mensen die soms andere dingen wat meer aan de slag moeten. Kijk me maar aan, ja. Ja, ik ook bijvoorbeeld. Nee, ja, ik kan het aan, ja. Die giftige pen is ook een stuk angst, dat kind in jou, om jezelf echt goed onder ogen te zien. Ik vraag me af hoe het komt dat je daar niet wat gedisciplineerder in bent en dat soort dingen. Dit is een goede cliffhanger, mensen, want we gaan nog een gesprek opnemen voor de stempodcast. Oh, ja. Toch, vind je dat goed? Dan houden we dit, want dan gaan mensen het wel degelijk luisteren. Denk ik, nu gaat die Barbara die Patrick eens even helemaal fileren. Nee, maar daar hou ik van, want daar heb ik wat aan. Nou, okay, kijk, ik ben het namelijk wel helemaal met je eens dat het makkelijker is om lekker een kolompje te gaan tikken dan om je keuken op te gaan ruimen. Je hoeft geen dat is het. Jij neemt geen verantwoording voor de dingen die jij persoonlijk ook echt beter op orde moet krijgen. Maar je bent hier net 2 uurtjes. Ja, maar moet je zien. Ik zei al, ben jij vrijgezel of zo? Heb je een vriendin? Ja, maar die woont niet hier. Nee, dat zie ik. Ja, maar laat mij toch lekker in mijn huisje gewoon allerlei spulletjes hebben. Of zie je hier mijn koopverslaving terug? Nee, maar dit is... Nee? Je bent een volwassen vent. Van?
47. Ja. Dit huis is niet oké? Nee. Nee, dit huis is stil blijven staan bij de jongen van 18. Nee, even heel... Ja, er zit wat in. Dit huis is eigenlijk nog... Er staan nog heel veel spullen van mijn ex. En daarvoor nog van de mensen die hiervoor woonden. Dat bedoel ik. Ja, maar dat mag toch? Nee, daar gaat het niet om. Ik probeer je duidelijk te maken dat jij naar anderen toe heel kritisch bent. Ja, ja. Maar als het om jou gaat, nou, maar, dan denk je... Ja, maar op radiogebied... Nou, ben je dit is wat ik wil. Nee. Deze irritatie wil ik horen in je stem. Het is niet zo... Want die poets je altijd zo snel weg. Nee, waarom ben je nou geïrriteerd? Nou, ik ben geïrriteerd omdat het niet... Het is voor 50% waar. Het is waar dat ik heel veel dingen in mijn leven laat verslonzen. Maar op radiogebied kom je geen kritischer iemand tegen dan in zijn radiocarrière dan ik. Maar dat is ook een vlucht. Want dat radio heeft... is gewoon werk. Ja, maar dat ben ik dus niet met je eens. Radio is een kunstvorm. Zo zie ik het. Ja. Het is iets magisch, iets prachtigs waar je van alles uit kan halen. Ja, maar het gaat niet om gewoon hele saaie dingen als je afwas doen. En nee, je... dat klopt. Dat vind ik allemaal veel te saai. Exact. En dat bedoel ik. Dat is jij. Maar ik ben ook een ADHD'er. Mag ik me daar dan wel achter verschuilen? Nou, dat verklaart een hoop. Ja. En... Dat verklaart een hoop. Ja, dat komt. Je hebt een korte spanningsboog, maar je bent ook uit op effect. Heel gauw verveeld. Ja, daarom ben je ook uit op effect. Omdat je jezelf je motor wil voelen. En dus ga je iets veroorzaken in de buitenwereld, waardoor je voelt, yes. Ja, ik leef weer. Ik besta weer. Ja, ja. Ja, maar daarmee kijk je over de plek heen waar je zelf zit. Namelijk hier zo om de hoek. Ja, dat heeft ook wel een oorzaak. Want ik ben hier inderdaad heel weinig geweest de laatste tijd. Het is een soort opslaghuis. Ja. Dit staat ook in mijn Google Maps als werk. En thuis is in Arnhem, snap je? Ja. Dus maar laten we dit bewaren voor. Want ik ben misschien ook wel een beetje geïrriteerd. Maar dat is goed. Er komen wel plekken in mij die ik niet vaak aanraak. En dat doet een goede coach. Dus box. Bedankt voor nu. Als mensen met jou in contact willen komen, Barbara, wat is de makkelijkste manier? Insta of... LinkedIn? LinkedIn, ja. Barbara, ik heb een moeilijke achternaam, maar goed. Barbara de Bruikere. UYCK. Heb je niet zo'n makkelijk URL? Stempowercoach.nl. Ja, dat bedoel ik. Die moeten we hebben. Ja. Stempowercoach.nl. Ik sprak met Barbara de Bruikere. Ze heeft dus een eigen podcast. Ze is ook nog bij 5 andere podcasten gast geweest, die allemaal de moeite waard zijn. Als je tenminste meer wil leren over je stem en hoe je die kunt gebruiken. Dan gaan we nu met veel lucht afscheid nemen. Tot de volgende keer. Bye-bye, zwaai. Oh nee, nooit afscheid nemen van je luisteraars. Want ze luisteren gewoon door namelijk naar andere podcasts. Ja. Maar goed, ja. Wil jij nog een kopje koffie? Ja. Je schudde nee. Ja, staat hij nog aan? Nee, maar dit mag er allemaal aan. Oh, lekker kopje koffie, ja. Is goed.